Ik heropen de vergadering. Welkom iedereen hier en iedereen die op andere wijze dit verhoor volgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Meijer. U wordt vandaag gehoord als getuige en als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan en mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel, neemt u plaats. Meneer Meijer, u was vanaf 2002 11 jaar president-commissaris van de Nederlandse Spoorwegen en bent als zodanig bij een belangrijk deel van het totale Vira-dossier betrokken geweest. U heeft maar liefst 6 bewindspersonen meegemaakt op Verkeer en Waterstaat, later INM. In dit verhoor heeft de commissie diverse vragen voor u over de rol en de bemoeienis van de Raad van Commissarissen in het HSL-Zuid-dossier, dus het dossier over de hoge snelheidstrein en lijn naar het zuiden, de verhouding tussen de Nederlandse spoorwegen en de Nederlandse staat en over de verhouding tussen de Nederlandse spoorwegen en HSA, het speciale bedrijf dat was ingericht om het vervoer over de hoge snelheidslijn tot stand te brengen. Ik geef in dit verhoor als eerste het woord aan mevrouw Vos. Meneer Meijer, ik wil het graag met u hebben over uw begintijd en over uw rol als president-commissaris. In 2002 vroeg minister Netelenbos u om het roer over te nemen als president-commissaris van de heer Timmer. Welke opdracht kreeg u mee bij uw benoeming? De opdracht was eigenlijk, gegeven de crisissituatie die in het bedrijf en ook in de verhoudingen tussen het bedrijf en, de staat, het departement, waren ontstaan. De opdracht was eigenlijk herstel de goede verhoudingen en zorg dat er op korte termijn een nieuwe raad van commissarissen komt, want die was vertrokken, en een nieuwe president-directeur en een aanvulling in feite op de directie. Kunt u iets meer zeggen over die verstoorde verhoudingen? Nou ja, er zijn eigenlijk twee kanten aan. Aan de ene kant waren dat hebben we de afgelopen week ook kunnen horen en zien, de verhoudingen tussen het bedrijf en het departement in een moeilijk vaarwater gekomen. Maar het bedrijf zelf verkeerde ook in grote moeilijkheden. De splitsing van 1995, 5 jaar daarvoor, had toch een heel aantal gevolgen op de prestaties van de NS. En dat uitte zich in een minder goede punctualiteit. Dat uitte zich in minder goede prestaties van onderdelen van het bedrijf. Ook in de onderlinge verhoudingen. De sfeer tussen de leiding en de ondernemingsraad was niet goed meer op dat moment. Dus kortom, het was een bedrijf dat door allerlei omstandigheden in de moeilijkheden was gekomen en die moest duidelijk daardoorheen worden geholpen. Dat is nogal een pittige klus, dus een bedrijf dat intern met elkaar overhoop ligt en vervolgens ook met de staat. Ja. En uw taak was normaliseer dat bedrijf en ook de verhoudingen met de staat. En de andere taak was, u moest als ook een andere raad van commissarissen vinden en uw eerste raad van commissarissen bestond alleen uit topambtenaren. En dat was misschien wat vreemd, want nog 2 jaar daarvoor werd gesproken over de privatisering van NS. Hoe kwam dat? Hoe kwamen er allemaal topambtenaren in die Raad van Commissarissen?
Nou ja, van de ene dag op de andere moest er een voorziening komen. Ja. Ja, dus eind 2001 ontstond er een situatie dat de Raad van Commissarissen vertrok. En in de governanceopbouw moet er natuurlijk een toezichthoudend orgaan zijn. Ook om allerlei beslissingen te kunnen voorbereiden. Voor onder andere de benoeming van de nieuwe Raad van Commissarissen en de nieuwe directieleden. En daar is toen de oplossing voor gekozen. Die trof ik aan toen ik kwam. Daar ben ik verder niet bij betrokken geweest in het uitdenken van die formule. Maar om de beide departementen die het meest bij de NS betrokken waren, die Raad van Commissarissen te laten dragen in de vorm van de secretarissen-generaal en twee DG's, twee directeuren-generaal. Het was secretaris-generaal van het ministerie van VNW, de heer Pans, de heer Van Manen, van Financiën, van Egen, van ook, en dat was die directeur-generaal. Ja. Dus die verzelfstandiging in 1995, privatiseringsplannen, maar het was dus heel logisch dat dus uiteindelijk topambtenaren in die tijdelijke Raad van Commissarissen kwamen. Nou, logisch was het niet, maar het was dat de enigst voorhand liggende oplossing kennelijk op dat moment in de opvatting van de minister. Ja. Het heeft kort geduurd en die raad heeft eigenlijk vooral lopende zaken en de voorbereiding van de komst van de nieuwe raad voorbereid. Ja. En u had het net over die twee eigenlijk grote problemen bij de NS. Die, als u nou een beetje erop terugkijkt, die beroering van de NS, was het nou een interne kwestie? In hoeverre had het ook te maken met die moeizame verhouding met het kabinet? Want het kabinet heeft behoorlijk veel gevraagd ook in 1995, die verzelfstandiging, de splitsing. Ja, u moet zich voorstellen, tot 1995 was de NS eigenlijk een tak van de Rijksdienst. Ja. Waarvan de risico's ook niet bij de NS lagen, maar uiteindelijk als er exploitatieverliezen waren, dan schoot het ministerie van Verkeer en Waterstaat te hulp. Het was niet eens vestzak, broekzak, dat was gewoon één broekzak. Het was gewoon één broekzak. Ja. En vanaf 1995 is de verzelfstandiging ingeleid. Dat was één op zichzelf al ingewikkeld proces. Alle risico's sloegen toen vanaf dat moment neer in het bedrijf de NS. Maar er gebeurde nog iets anders. Er vond ook een afsplitsing plaats. De belangrijkste afsplitsing was met ProRail. Dus dat bedrijf moest op een heel andere manier leren opereren op concessievoorwaarden. Waarbij ze zodanige concessievoorwaarden moest bedingen dat ze daarmee ook een lopende exploitatie kon maken. En dat is een hele grote oefening geweest die niet altijd even gemakkelijk verlopen is. Maar hetzelfde moest ook aan de kant van het departement plaatsvinden. Dus dat leren omgaan met concessies, dat leren omgaan met een andere vorm van afspraken, een andere manier van communicatie. En de conclusie is ons allemaal bekend, en die is hier ook voldoende toegelicht de afgelopen weken. Dat is die eerste paar jaar moeizaam verlopen. Tot en met discussies over wat er op een bretel stond. Goed, alles is dus behoorlijk in beweging en dan speelt natuurlijk ook die concessie over de HSL. Wat kreeg u mee toen u aantrad in 2002 over die vervoersconcessie over de HSL-Zuid? Want die was een paar weken daarvoor, was daar de ondertekening geweest op 5 december in Madurodam. Wat kreeg u precies daarover mee toen? Ik denk dat ik in het eerste gesprek wat ik met de toenmalige minister Netelenbos had, niet zozeer over dit onderwerp gesproken heb. De aandacht was op dat moment veel meer gericht op hoe wordt de acute situatie bij de spoorwegen aangepakt. En dat had betrekking op de prestaties, dat had betrekking op de interne verhoudingen, op de verhoudingen tussen het departement en het bedrijf. Kortom, ik denk dat het vooral meer daarop betrekking had. Dat had ook betrekking op, dat weet ik nog zeker, de procedure voor het vinden van een nieuwe president-directeur. We hebben toen een half jaar lang een interim-president-directeur gehad, de heer Noordzij. Ik staat mij niet meer bij dat wij veel aandacht hebben gegeven aan de concessie over de hoge snelheidslijn die net was afgesloten. En in ieder geval zijn daar geen specifieke dingen over meegedeeld. Op dat moment niet, want u was aan het crisismanagen op die andere kwesties. Juist. Uiteindelijk gaat u daar natuurlijk wel, komt dat wel op uw bordje en op uw agenda als president-commissaris.
Wanneer was het ongeveer, toen men treinen moest gaan kopen? Wat weet u daar nog van? Ik denk dat de eerste discussie die we gehad hebben over de uitwerking van de concessie plaatsvond in juni-juli 2002. Toen werden we geïnformeerd over de concessievoorwaarden en over de wijze waarop daaraan vorm werd gegeven met de oprichting van de HSA en de voorbereiding van bestelling van het materieel en intussen dus ook een nadere inzicht kwam over nog een aantal open einden die aan de concessie verbonden waren. Wat waren die open einden toen? Nou, om er een paar te noemen. Er bleken toch niet sluitende afspraken met de Belgen. Onder andere over de vraag of het traject Den Haag-Brussel en het traject Breda-Brussel gereden zou moeten worden. Daar werd door de NMBS anders naar gekeken dan in de veronderstelling van de NS bij het afsluiten van de concessie werd gehandeld. Dat is een heel belangrijk aspect. Er kwam ook meer inzicht over het materieel wat nodig was om de diensten te rijden. Waar aanvankelijk toch gedacht werd met wat minder materiaal dat te kunnen doen, kwam naar voren dat het keren van de treinen, ja, dat de noodzaak met zich meebracht om extra materiaal in te zetten. Er kwam ook naar boven, en dan weet ik niet meer of dat al in juni, juli was of iets later, dat de opgegeven rijtijd in België dat die langer zou zijn dan waarmee gerekend was. Kortom, een aantal factoren die bij het afsluiten van de concessie niet bekend of niet zo bekend waren, kwamen toen in beeld. En daar moest u als raad van commissaris over besluiten. En wat besloot u toen? Want u heeft het net over, hè, dus die kwestie van die aantallen treinen. En er was nog wel meer aan de hand, het concessiebedrag. Wat was toen, waar ging de discussie in de raad van commissarissen toen over? Nou, eigenlijk kunt u het ongeveer zo zien dat tussen eind 2002, de herfst van 2002 en de herfst van 2003, dus dat jaar, ja, we in verschillende stadia de uitwerking van die concessievoorwaarden in het omzetten naar een aanbestedingsprocedure voor de bouw van de trein hebben doorgemaakt. En dan spelen naast de factoren die ik u zojuist noem, dus de losse einde van de concessie, spelen intussen nog een paar andere dingen. De prognose voor het aantal reizigers moest worden bijgesteld, naar beneden, door een aantal oorzaken. Ja. En de kosten van de treinen vielen toch hoger uit. Ik gaf daar net al een voorbeeld van. Dus aan het eind van 2003 maken wij de balans op, voordat we tot de bestelling van het aantal treinen komen en komen tot de conclusie dat de oorspronkelijke business case, het oorspronkelijke ondernemingsplan wat verbonden was aan de concessieverlening, dat zo niet houdbaar was. En dat we dus linksom of rechtsom daar een oplossing voor moesten zoeken. En dat leidde uiteindelijk tot bestelling van minder treinen, hebben we afgelopen week gehoord. En ook eventuele druk om het later te bestellen. Dat klopt, hè? Dat er uiteindelijk besloten werd door de Raad van Commissarissen om minder treinen te bestellen. Ja, dat is met ons overlegd. Dat voorstel is ons gedaan en daar hebben we mee ingestemd. Ja. En nog even voor ons begrip. We hebben net even gememoreerd dat de heer Pans, die concessie ondertekend had in de Raad van Commissarissen, was hij er toen bij toen uiteindelijk de Raad van Commissarissen besloot om de concessievoorwaarden toch anders te interpreteren? Nee, toen had hij alweer afscheid genomen. Is dat niet een beetje raar ook? Hoe bedoelt u? Nou ja, eerst zit er dus dezelfde ambtenaar die de concessie heeft afgesproken van de andere kant zit in de Raad van Commissarissen. Diezelfde Raad van Commissarissen besluit dan uiteindelijk om die concessie anders in te vullen. Ja, maar toen was hij alweer vertrokken. Hij heeft maar heel kort, ik dacht tot 1 juni of 1 juli, deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen. En dit speelt eind 2002, 2003. Die scheiding van rol of zelfgekozen oogkleppen was heel scherp dus. Het zijn uw woorden. Oké. Die uitvoering van de concessie, dat was een zware opgave. Zag u die opgave nou als een opdracht aan de NS zelf of primaire verantwoordelijkheid voor HSA? Dat special purpose vehicle. Ja, in het bijzonder natuurlijk een opdracht aan de HSA. Die moest in die vorm inhoud geven aan het ondernemingsplan. Maar u was wel voor 95% groot aandeelhouder. Ja. Maar
U zegt, hè, vanuit uw rol als president-commissaris, ik zag dat echt als de verantwoordelijkheid van HSA. Om het ondernemingsplan voor te bereiden en de aanbesteding voor te bereiden, ja. Ja. En hoe woog u nou de belangen waar u als president-commissaris mee te maken had? Het invullen van die publieke nutsfunctie van goed openbaar vervoer, dus de belangen van de reiziger. En aan de andere kant moest u ook een bedrijf zijn, moest u de bedrijfseconomische belangen van de NS als bedrijf, hoe weeg je zoiets? Ja, dat is een hele lastige in deze situatie. Want de primaire opdracht van de NS, hè, de missie van de NS, is zorg voor goed openbaar vervoer tegen een redelijke prijs, goede kwaliteit. En de uitkomsten van onze studies in de vorm van de uitwerking van het ondernemingsplan ging toch steeds meer in de richting dat de kosten beperkt moesten worden. Dat leidde weer tot mindere aantal treinen. En dat de prijzen die berekend moesten worden en toegepast moesten worden aan de hoge kant kwamen. Dus dat waarom. We konden ook daar weinig ruimte in vinden, want per saldo was dit een concessie die over een periode van 15 jaar zou lopen. En die moest toch, in ieder geval moesten de opbrengsten de kosten dekken. U heeft het hier nu over de HSL-concessie, hè? Over die moeilijkheid met die prijzen voor de klant enerzijds en het aantal treinen. Maar dan begrijp ik u goed dat u zegt, ik moest uiteindelijk voor de bedrijfsbelangen kiezen. Nou, niet, dat was geen uiteindelijke, je moet voor beide belangen kiezen. Ja. Maar we konden ons, laat ik het negatief formuleren, ook niet een keuze permitteren waarbij het bedrijfsbelang uit het zicht zou raken. Een lastig besluit in dit geval lijkt me ook het instand houden van de Benelux-trein, geliefd voor de reizigers en aan de andere kant de belangen van HSA. Heeft u dat ook nog op uw, was dat ook zo'n moeilijk moment? Ja, maar dan zijn we dus jaren verder. Daar komen we straks nog op. Ja. We hoorden van mevrouw Netelbos zeggen dat ze direct in 2002 een batterij met juristen langs kreeg van de NS. Ging dat toen over die open eindjes in de concessieovereenkomst of over iets anders? Dat zal ongetwijfeld ook daarmee te maken hebben gehad, want de situatie was deze, dat in de afspraken met de Belgische staat, via de Belgische staat, of met de NMBS, met de Belgische Spoorwegmaatschappij, waren dus geen regelingen getroffen voor die trajecten Den Haag en Breda-Brussel. En in de concessie die de NS had gekregen, waren ze wel opgenomen. Dus we stonden eigenlijk al aan het begin voor de vraag, wat is hier nou eigenlijk geregeld? Wat is hier nou eigenlijk, en wat is onze positie hierin? Dus dat heeft ongetwijfeld vrijwel vanaf het begin dit type overleg opgeleverd. NS is uiteindelijk een grote paddenstoel geworden van allerlei bedrijven, BV's. Verschillende deelbelangen zijn er dan, van de NS-reizigers, NSFSC, dat bedrijf in Ierland dat de treinen verkoopt, de NS-groep. Dat zijn allemaal deelbelangen die niet noodzakelijkerwijs congruent zijn, op dezelfde richting opgaan. Hoe woog u die? Uiteindelijk had ieder onderdeel van het bedrijf de opdracht om zo te presteren dat de reiziger, de klant van de NS, daar het beste product, de beste dienstverlening kreeg. Dus of het nou ging om het materieel onderhoud, of het ging om de stations, of het ging om het onroerend goedbedrijf, die de zorg had voor de bouw van nieuwe stations of de vernieuwing van de stations, allemaal hadden ze een bijdrage te leveren aan die centrale missie. Dat klinkt makkelijker volgens mij dan het is, want bijvoorbeeld HSA heeft belang bij heel snelle levering van treinen en de NSFSC bij, nou wacht maar wat langer, want ik wil een goede trein hebben. Heeft u dat soort, hoe doe je dat soort belangentegenstellingen? Ja, maar ik denk dat NS Financial Services ook gehouden was aan de contractuele verplichting om aanvankelijk in april 2007 die treinen gereed te hebben. Dus daar kan geen sprake van geweest zijn dat die daar een eigen lijn, een eigen koers in gingen varen. In hoeverre voelde u zich als president-commissaris verantwoordelijk voor HSA? Zoals je als president-commissaris van zo'n groep van bedrijven verantwoordelijk bent voor het geheel en dus ook voor alle onderdelen. Ja. En als er dan toch een conflict was tussen bijvoorbeeld NSFSC en HSA, wie hakte dan de knoop door? De directie. Directie?
Van de NS, groep. De NS-groep? Ja. Maar niet u als president-commissaris? Nee. Oké, dank u wel. Meneer Meijer, u geeft het zelf wel aan. Vrij snel kwamen er toch wat donkere wolken aan na het tekenen van de concessie. Niet alleen dat er een nieuw team zat, maar ook werd echt heel kritisch gekeken naar waar staat HSA nou voor. En de vooruitzichten waren vrij snel heel somber. Ik wilde even naar de governance. Hoe is daar nou op geacteerd? Wat hebben bijvoorbeeld HSA en NS zelf ondernomen om die problematiek het hoofd te kunnen bieden? Ik sluit even aan bij het antwoord wat ik zojuist heb gegeven. De tweede helft van 2002 en doorlopend in 2003 krijgen we een steeds helderder beeld over wat wel en wat niet kan op basis van de concessieuitgangspunten. En zien we dat de inkomsten lager uitvallen dan waarvan aanvankelijk werd uitgegaan. En dat had ook vooral te maken met een lagere prognose van het aantal reizigers. Rekeningenrijden ging niet door. Schiphol zat toch even in een dal, waardoor ook de reizigersaanvoer daar terugliep. Dus dan praten we echt ook over behoorlijke omvang. 20-30% werd op dat moment geschat, zou minder gebruik gaan maken van deze lijn. En dan terugkomen tot uw vraag, dan doen we eigenlijk twee dingen. We proberen daarover in gesprek te komen met de concessieverlener. Dat is uitvoerig hier de afgelopen dagen aan de orde geweest. Mm-hmm. En aan de andere kant, intern, werken we aan een uitkomst die zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden. En die nieuwe omstandigheden zijn, ik heb het dus net al geschetst, we zien lagere inkomsten en we zien hogere kosten. En dat vindt uiteindelijk zijn uitwerking eind 2003 in het voorstel om met minder treinen en een minder een hoge frequentie te gaan rijden. Oké, want wat we tot nu toe in de verhoren vooral hebben gezien is dat de NS naar de staat gaat. Maar u zegt er is ook een interne lijn geweest om dit probleem het hoofd te bieden. Ja. Te kijken, kunnen we minder treinen kopen? Kunnen we het later bestellen wellicht? Ja. Zodat we dat aan kunnen. In hoeverre was nou bij u voldoende scherp dat die hoge reizigersprognoses ook met een bewustheid zijn gemaakt ten tijde van de concessie? We hebben verschillende mensen gesproken, en dat blijkt ook uit onze stukken, dat er wat dat betreft natuurlijk toch wel met een hele zonnige invalshoek is gekeken naar hoeveel mensen zullen wij in de trein krijgen. Lucht is gevallen, het woord. Gestretched, maar dat had ook te maken met de prognose van de reizigers. In hoeverre voelde u zich daar zelf verantwoordelijk voor? Ja, ik kan me moeilijk verantwoordelijk voelen voor prognoses waar ik niet bij betrokken ben geweest en die van voor mijn tijd gelden. Maar ik ga er toch van uit dat ook toen met een zakelijk oog naar de inzet is gekeken en ook naar de prognose van het aantal reizigers. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat anders is geweest. Maar het zou ook een erezaak kunnen zijn. U komt daar als commissaris binnen, als president-commissaris. U heeft gezien wat er is gebeurd. U weet op dat moment dat het allemaal erg is opgepompt. Vervolgens valt het tegen. Yeah, right, natuurlijk valt het tegen, maar dat wisten ze al. In hoeverre is dat nou iets waarvan u heeft gezegd, wellicht in uw commissarisrol als toezichthouder van jongens, we gaan nu echt ook eerst intern kijken. Maar dat deden we. Vanaf 2002 zijn al die nieuwe inzichten, de nieuwe informatie, zijn verwerkt in de uitwerking van de plannen. Daar waren we volop mee bezig. Ja, maar de vraag is even in hoeverre waren dat nieuwe inzichten of al inzichten die men wist, maar versterkt nog door de situatie die wellicht wat wijzigde. Ik heb niet de indruk dat wat wij aantroffen al bekend kon zijn in 2000 of 2001. En dan noem ik nog eens de bijstelling van de prognose van het aantal reizigers, dat is toch vooral een inzicht wat in de jaren daarna kwam. Omdat de redenen daar ook sterk mee verbonden zijn. Ik noemde ze zojuist, Schiphol, rekeningrijden. De gevolgen van de opkomende crisis die ook weer leidde tot minder reizigers.
En wat ook niet bekend was bij de ondertekening van de, de concessie, dat was het feit dat er toch wat meer materieel nodig was dan waarover men toen qua informatie beschikte. Dus kortom, ik denk dat we hier echt te maken hebben met gewijzigde omstandigheden en nieuwe inzichten. Ik hoor het u zeggen. U heeft mij ook horen zeggen dat de commissie in ieder geval een beeld heeft gekregen uit de stukken en uit de eerdere verhoren, dat het niet allemaal nieuw was. Maar ook een deel daarvan is gelegen in het feit dat de prognoses heel rooskleurig werden gebracht en zijn opgepompt bij de aanbieding die de NS in der tijd had gedaan voor de concessie. Dit is de conclusie van de commissie, begrijp ik. In ieder geval wat wij hebben horen zeggen de afgelopen week. Hoe vond u dat de NS, want ik zei het al even, we moeten naar de governance kijken, zich moest opstellen richting HSA als moederbedrijf of als aandeelhouder? We waren primair aandeelhouder, hè, in de formele verhoudingen, in de vennootschappelijke verhoudingen. Maar wel zodanig, van zodanig omvang, hè, 95% uiteindelijk, dat je wel een bijzondere zorgplicht hebt. En als u dat zou willen kenschetsen als een moederbedrijfverhouding, dan kan ik dat niet ontkennen. Dus aandeelhouder, moederbedrijf, zwaartepunt lag bij aandeelhouderschap, zegt u dat nou? Formeel, okay. Ja. In uw beleving, welke mogelijkheden had de NS om het faillissement van HSA te voorkomen, toen het moeilijk werd? Nou ja, uiteindelijk natuurlijk en ultiem door te gaan rijden, reizigers te vervoeren en inkomsten te genereren. Maar ja, hoe kom je daar? Dat was de grote opgave, dat was de oefening. Maar daarmee moest het uiteindelijk het faillissement, zodat al dreigde, moest worden afgewend. Daar was de hele operatie ook op gericht. Dus uw eerste insteek was, we moeten ervoor zorgen dat we de inkomsten gaan binnenhalen. Maar nog even aan de andere kant, de nog niet bereikte inkomsten zouden ook kunnen worden bijgeplust door het moederbedrijf financieel. Dat gebeurde ook. Stond of aan, hè, door aandelen kapitaal te storten, door een garantiekapitaal beschikbaar te stellen. En verderop in de procedure komen we misschien nog wel op, zijn er ook een paar momenten geweest dat het moederbedrijf heeft bijgeplust. Maar dan komen we nog even terug op waar we eerder al even in het verhoor aandacht aan besteden, aan dat beginbod. Waarvan uw voorganger zelfs heeft gezegd hier in deze zaal onder Ede, het was een slag in de lucht. Daar is een enorme strategische waarde op gezet. Feitelijk is dat de lucht. Is dat nou niet een typische waarde die zou moeten worden opgebracht door NS als moederbedrijf en niet zozeer door HSA, omdat daar al helemaal geen inkomsten tegenover konden staan? Ja, kijk, met dat begrip strategische waarde kom ik niet ver vooruit. Daar is uw voorganger heel ver mee vooruit gekomen. Oké, maar dat was het getuigenis van mijn voorganger. Mm-hmm. Ik zou u willen vertellen hoe ik erin zit. Naar mijn gevoel gaat het in zo'n procedure over de vraag, je brengt een bod uit. En waar dat ook naar uit bestaat, hè? In dit geval van 148 miljoen. Hè? De eerste miljoen en de laatste miljoen. Die moet terugverdiend worden en je ziet met je bod een kans om dat te doen. En hoe dat nou verder is samengesteld is denk ik irrelevant. De NS was in de positie om dat bod kennelijk te doen. Zag dat als een mogelijkheid. Heeft dat gedaan. En het moest terugverdiend worden inderdaad uit de opbrengsten van de HSA. Vond u dat realistisch als nieuwe president-commissaris, dat iets wat door uw voorganger toch, en ik herhaal het, als een slag in de lucht wordt neergezet en heel duidelijk een strategische waarde, waar in ieder geval, en niemand heeft ze nog gevonden, onderbouwingen voor zijn geweest, hoe dat dan kan worden terugverdiend door een bedrijf die gewoon treinen moet gaan rijden, mensen moet gaan vervoeren? Hoe kan zo'n bedrijf nou de strategische waarde waar de NS zo belangrijk vond, hoe kan hij dit nou terugverdienen? Ja, dat was natuurlijk ook net wat ik u net probeerde uit te leggen. Gaandeweg in de opbouw van het ondernemingsplan, op basis van de voorwaarden uit de concessie, werd ons ook duidelijk dat dat niet kon.
Maar daar kwamen intussen dus ook een aantal nieuwe ontwikkelingen bij. Dat maakt het ook zo lastig om een zuiver oordeel te geven, want wat is hier nou precies gebeurd? Je kunt een betoog houden dat het bod te hoog was. Je kunt een betoog houden dat er allerlei omstandigheden zich gingen wijzigen, die ook verwerkt moesten worden toen in het ondernemingsplan. En laten we het er maar op houden dat het uiteindelijk een combinatie was van beide. Mm-hmm. Het bod, dat is hier door een aantal mensen toegelicht die erbij betrokken waren, was gestretched. Dat wil zeggen, men ging tot het uiterste. En ik voegde eraan toe, toen we het moesten gaan uitvoeren, vielen eigenlijk alle dingen ook tegen. Ja. Zowel de inkomsten als de kostenkant. Had u op dat moment de concessie terug kunnen geven en kunnen zeggen, jongens, dit wordt hem gewoon niet, zoals mevrouw Netelenbos dat zo mooi kon beschrijven. Dat was trouwens mevrouw Pijs die die terminologie gebruikt. Dit wordt hem niet. Ja. Dat weet ik niet, of we het terug konden geven. Ja, je kunt alles teruggeven. Dus ook een concessie. Had het dan moeten gebeuren? Pardon? Had het dan moeten gebeuren eigenlijk? Nou, we hebben daar dus over gesproken met elkaar. Want het was natuurlijk één van de alternatieven. Daar heb je volkomen gelijk in. Maar de kans was toch heel groot. Althans, de juridische adviezen die wij kregen op dat moment. Dus even voorop gesteld, het was niet onze intentie. Nee. We zaten daar niet om iets wat we verworven hadden weer terug te geven. Dus de opzet was, we willen door. Maar in dat raamwerk is wel bekeken, wat zou het betekenen als je de concessie zou inleveren? Ja, het risico was toch dat groot dat ons een onrechtmatige daad zou worden, of een wanprestatie, of hoe die juridische termen ook precies zijn, zou worden voorgehouden met alle gevolgen van dien. Dus, niet alleen, als ik het goed begrijp, uw zorg was niet alleen, het is te teleurstellend om iets wat je net met een hoop moeite hebt binnengehaald terug te geven, dat hele idee. Maar daarnaast ook, misschien wordt het wel veel erger, omdat wij aansprakelijk zijn voor gevolgschade op enige manier. Dat heeft bij u een rol gespeeld. Ja. Maar beide factoren, dus ook beide dat factoren. Eerste. Juist, ik snap het. Maar dan hebben we dat helder. Er is lange tijd, en u heeft dat ongetwijfeld gevolgd, veel gesproken over inzicht in business cases. Maar het ging dan met name, wij noemen het voor de duidelijkheid business case, maar het ging natuurlijk met name over die onderliggende stukken, die aannames die daarbij hoorden, om daar nou zicht op te krijgen. Zowel vanuit het vakdepartement, VNW, later INM, en vanuit financiën. Heel veel vragen over die onderliggende cijfers. Wat was in uw beleving nou het probleem? Waardoor die cijfers in elk geval niet op tafel kwamen in de perceptie van de ministeries? Zal ik u eens wat vertellen? Ja. Ik hoor pas dat het een probleem is in de afgelopen 14 dagen hier in de hoorzitting. Kijk aan. Ik heb nooit, ik heb natuurlijk wel kennis gehad van het overleg wat tussen de departementen en DNS en HSA-leiding speelde. Maar ik heb nooit meegekregen dat het zo'n moeilijk onderwerp was in de onderlinge verhouding. En er is ook nooit, door wie dan ook, bij de Raad van Commissarissen melding gemaakt van het feit dat het overleg stagneerde, of de medewerking van de departementen stagneerde, omdat de informatie onvoldoende was. Het klinkt een beetje alsof u zegt, was nou bij ons langsgekomen? Mag ik dat zo duiden? Nou, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, anders was nou de voorwaarden van de concessieuitwerking, de concessieovereenkomst, nagekomen. En die luidt eigenlijk als dit. Als de omstandigheden wijzigen, en in dit geval, ik heb u gezegd zojuist, die wijzigden stevig, dan is er een procedure waarmee de concessieverlener, ja, de wijzigingsprocedure, artikel 14 of 5. Ja, had hij toegepast. Daar was hij voor. Daar was hij voor. En het probleem was nou juist dat dat niet van de grond kwam. Omdat, minister Pijs heeft het hier gisteren nog eens gezegd, en vorige week heeft de oud-minister van Financiën het ook gezegd, die voelde er helemaal niks voor. Dat is klaar. Ja, in het, de bewindspersonen hebben dat hier verklaard. Ja. Dat ze in ieder geval ook hebben gezegd, ga eerst maar eens rijden en dan praten we verder. Want het probleem kan nooit zo groot zijn, want u bent nog niet begonnen. Dus waar zijn de kosten dan? Maar u heeft ook heel duidelijk kunnen horen de afgelopen 14 dagen
dat er herhaaldelijk is gevraagd om informatie. Ja. En bevreemdt het u nou ook dat u dat nu pas hoort? Ja, maar mag ik op één van die eerdere opmerking van u kort reageren? Ga eerst maar eens rijden. Maar zo was de werkelijkheid niet. Wij konden vooruit kijken met de nieuwe gegevens die we ook beschikbaar hebben gesteld, waar we ook met het departement over gesproken hebben. Wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor het ondernemingsplan van HSA. En het argument ga je eerst maar eens rijden was naar mijn gevoel niet ter zake, omdat we toen al wisten, en het ook onze verantwoordelijkheid was, om de departementen in die discussie te betrekken. Dus wat dat betreft denk ik dat het moment, dus 2004-2005, zeer aangelegen was om de situatie te herbezien en tot nieuwe afspraken te komen. Maar dat werd niet gehonoreerd en dat is iets wat u dan waarschijnlijk betreurd heeft, want u heeft uw argumenten gegeven waarom u vond dat die wijzigingsprocedure wel zou moeten worden ingeroepen. U kreeg geen gehoor bij de ministeries op basis van het feit dat zij zeiden, ga eerst maar rijden. Maar dan kom ik toch nog even terug op die duidelijke uitspraken die we hebben gehoord van de verschillende bewindspersonen. Ik zei het al, u heeft er 6 langs gehad. En ook uit de stukken blijkt dat toch wel heel duidelijk aangaf dat ze die stukken niet kregen. Ze kregen gewoon de informatie niet, de onderliggende stukken niet. We hebben de NS horen zeggen, hadden ze er maar goed om kunnen vragen. Hadden ze maar de juiste vraag moeten stellen. Maar we hebben hier ook minister Eurlings, toen ter tijd minister Eurlings langs gehad. Die zei, ik heb gewoon op een bepaald moment zelfs mijn afspraken met de NS afgezegd. En daar hebben wij ook stukken van gelezen. Omdat die stukken gewoon niet kwamen. En neemt u nou hier vandaag echt afstand van dat beeld? Vooropgesteld, ik ben het eens met het uitgangspunt dat als je wijzige omstandigheden aanvoert, dan moet je daarvoor alle informatie leveren die nodig is. Dus daarover kan geen twijfel zijn. Dan heb je alle transparantie te leveren om de partij waarvan je medewerking vraagt ook te overtuigen. Dan gaat vervolgens de vraag komen, hoe doe je dat? Via een derde wellicht? Ja, dat had dus in ieder stadium gekund. Dat is ook gedaan en op verschillende stadia's kwamen zelfs deze deskundigen, gerenommeerde bureaus, terug bij de opdrachtgevers en zeiden, we krijgen de stukken niet. We hebben een beetje een beeld, op verschillende fases is dat gebeurd, we hebben een beetje een beeld. We hebben inmiddels wel voldoende in de gaten dat HSA een groot probleem heeft. Maar we hebben de stukken niet. We hebben onvoldoende beeld. Heeft u dat soort stukken allemaal nooit gekregen? Maar als u zegt, ze hebben dat gedaan via een derde. Ja. Dat was niet een derde die was overeengekomen. Dat was niet uw derde. Pardon? Dat was niet uw derde. Nee, en dat in de concessievoorwaarden staat duidelijk dat je dat dus samen doet. Dus wat er gebeurde, het departement huurde een adviseur in. En die heeft getracht naar beste weten een advies uit te brengen, maar dat was niet de procedure van de concessieovereenkomst. Ik denk dat we hier zuiver in moeten opereren om daar ook geen misverstanden over te krijgen. Het lijkt een beetje, en ik zeg het gewoon zoals het op de commissie overkomt, van het is allemaal prima, we hebben een groot probleem, een deel komt door onszelf, een deel komt door de gewijzigde omstandigheden, help ons, maar wel op onze voorwaarden. En als onze voorwaarden niet worden nageleefd, nou ja, dan niet. Dat zo klinkt het een beetje. Ja. Geen informatie geven, de derde, het is niet mijn derde, dat spelletje. Nou ja, als dat het beeld is, dan betreur ik dat zeer. Want dat is natuurlijk absoluut niet effectief in zo'n omstandigheid. Maar misschien is dat ook wel dat we hebben gezien de afgelopen twee weken. Het zou kunnen. Ik weet niet wat u precies hebt gezien, maar ik accepteer dat. Wat ik er wel nog aan toe wil voegen, dat is wat u vaststelt over die eerste periode. Dat wordt natuurlijk heel anders, 2008-2009. En wat ik wel een beetje een raadsel vind, wat toen dus wel gedeeld werd en waar gezamenlijk aan gewerkt werd, dat was op de een of andere manier niet te bereiken in die eerste fase. Dus dat herkent u wel, dat het eigenlijk toen pas echt allemaal helder was, 2008-2009... Ja, nou, wat ik u eerder zei in deze ochtend, dat voor mij uit de verhoren die ik gevolgd heb opviel dat dit zo'n groot probleem is geweest. Hè? Die informatieuitwisseling in die eerste fase, dat had ik zo nooit gezien. Okay. Maar ik kan
voor mezelf, daarna kijkend naar die twee periodes, hè, 2002, 2007 en daarna, daar zit wel een grote verandering in, die in die laatste periode wel weer iets gemeenschappelijks brengt. Hè? En dat gemeenschappelijke... Ja, daar komen we nog op, daar komen ja. we nog op. Maar u zegt, wij zijn nooit benaderd om te kijken of er meer informatie kan komen. Is er vanuit uw contacten met het ministerie wel eens gesproken over het ontbinden van de concessie, omdat het allemaal te complex wordt? Is dat ooit gedaan in het begin door met name Pijs en Zalm? U bedoelt aan u? Persoonlijk? Nee, dat herinner ik me niet, dat we dat ooit zo besproken hebben. En is het in de Raad van Commissarissen zelf wel eens besproken van, nou, misschien is het moment daar om de concessieovereenkomst terug te geven? Nou ja, wat ik u zojuist zei, eind 2003, toen we voor die bestelling van die treinen stonden en dus grote verplichtingen aangingen, is het punt gepasseerd. En verderop is het geloof ik ook nog wel eens een keer te sprake gekomen, maar meer als is deze weg te bewandelen als het nodig is, dan dat het onze intentie was om het te doen. En had u een idee van hoe de staat eraan gehecht was dat HSA overeind bleef? Of had u misschien het idee, ik leg het u voor, dat de staat er ook veel aan gelegen was om HSA overeind te houden? Wat was uw beeld? Dat denk ik wel. Ik denk dat de staat deze operatie niet begon met als uiteindelijk insteek van hoe komen we het weer af? Integendeel, ik heb de indruk dat dit voor de staat heel belangrijk was. Dat zal ook later blijken, in de latere jaren waar we dan nog wel op komen. Maar ook in die eerste fase. Maar het was heel moeilijk om het schip van wal te krijgen. Dus ieder zat er met zijn eigen belang en met zijn eigen inzicht in. En dat, hier hebben we ook even, denk ik, te maken met die nieuwe concessieverhoudingen, die gewijzigde verhoudingen tussen partijen. Dus wat vroeger in een soort gemeenschappelijke aanpak werd opgelost, dat was nu allemaal opgedeeld. Ieder moest een aandeel leveren en bewaakt ook zijn eigen belangen. Dat herkennen we uit het verhoor met voormalig minister Eurlings, wat u nu zegt. Ja. Ik geef het woord aan de heer Van Gerven. Ja, meneer Meijer, ik wil met u het verhoor voortzetten. En dan zitten we in de periode, zeg maar, 2007, 2008. En dat is eigenlijk de aanloop naar het memorandum van overeenstemming wat, zeg maar, in eind 2008 is gesloten. Maar goed, eerst 2007, dan zijn de vooruitzichten voor HSA, die blijven slecht. En in de zomer van 2008, want dan worden er gesprekken tussen NS en de staat gevoerd over een oplossing. Dan is er discussie over HSA, die wil geen inzicht geven in de oorspronkelijke business case, het oorspronkelijke ondernemingsplan en de achterliggende cijfers. Wat was eigenlijk de reden om die achterliggende cijfers niet te verschaffen? Ik kan nu daar geen antwoord op geven. Wat daar gebeurde op dat moment. Ja. U bent dan al een jaar of vijf voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar u heeft die hele discussie ook toen nog niet meegekregen. Jazeker, wij hebben de discussie over het openbaar aanleveren van gegevens, van het feitenmateriaal, waar ook de voorzitter zojuist u op bevraagd heeft. Ja, maar dan zegt u nog wel wat. Het openbaar aanleveren van gegevens, waarvan natuurlijk vrij veel bedrijfsinformatie nu bij uitstek niet geschikt was om daar openbaar... Nee, maar ik bedoel het verstrekken van alle gegevens aan het ministerie, nou, van verkeer aan waterstaat. Dat is iets anders als volledig openbaar, maar ja, u begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, ik hoop dat het inderdaad ook zo gezien kan worden dat het iets anders is. In de aanloop naar het memorandum van onderstanding, wat in 2008, 2009 tot stand komt, zal er een moment kunnen zijn geweest dat er meer behoefte aan informatie was dan de gegeven, dat sluit ik niet uit. Uiteindelijk is alle informatie op tafel gekomen. Want er is ook een memorandum tot stand gekomen. Ja, maar niet in 2008. Maar mijn vraag was, heeft u die discussie meegekregen? Dus de twist, het dispuut tussen verkeer en waterstaat, die vraagt om een aantal gegevens, ook achterliggende gegevens, met betrekking tot de oorspronkelijke business case,
En NS, HSA, die gegevens niet wil leveren. Nee, dat heb ik zo niet meegekregen. Dus we mogen concluderen dat die discussie, dat daar de Raad van Commissarissen ook in 2007 nog op afstand stond. Dat u zich, wij waren betrokken bij de discussie hoe gaan wij met het departement een andere koers bereiken. Maar niet specifiek op niet het gebied specifiek van op dat punt. Nee. En heeft u als voorzitter van de Raad van Commissarissen eigenlijk de oorspronkelijke business case ooit gezien? En dan bedoelt u de business case? Van 2001. Van 2001? Plus de achterliggende aanname. We hebben daar informatie over gehad in 2002. In algemene zin wat er was afgesproken en waar het ondernemingsplan op gebaseerd moest worden. Maar ik ben niet in onderliggende stukken gedoken. Daar gelaten of je daar gemakkelijk, in de zin van of je dat gemakkelijk kunt doorzien. Kunt. Ja. Dat is het werk van deskundigen, dat uiteindelijk uitmondt in bepaalde uitgangspunten. Ja. Inmiddels is in eerdere verhoren aan de orde geweest dat de oorspronkelijke business case er niet meer is. En wat vindt of vond u daarvan, wat vindt u daarvan vanuit uw hoedanigheid als hoogste interne toezichthouder bij NS? Ja, dat is curieus, maar ook buitengewoon jammer. Zo'n document hoort er natuurlijk te zijn. Ik begrijp het ook niet. Hoe komt het dat het er niet meer is? Ik zou het niet weten. Ik heb het in ieder geval niet, kan ik u zeggen. Is er ooit een cijfermatige onderbouwing geweest met de strategische waarde opgepluste bod, wat NS-KLM in 2001 heeft gedaan? Nee. Hij kan er geweest zijn, maar niet met mij gedeeld. U weet het niet? Nee. Of die er überhaupt geweest is. En ik ga weer terug naar, laten we zeggen, de discussie rond het memorandum van overeenstemming. En ook de tegelijkertijd lopende discussie over de uitkering van een superdividend door NS aan de overheid. En uiteindelijk is die bepaald op 1,4 miljard in oktober 2009. Maar welke rol speelde die discussie van het superdividend in relatie tot het redden van de HSA? Ja, het zijn twee gescheiden circuits, maar ze komen uiteindelijk wel bij elkaar. Dus laat me het heel kort toelichten. De toenmalige minister van Financiën, de heer Bos, zette op een gegeven moment een beleidsontwikkeling in bij alle staatsdeelnemingen, waarbij die ging kijken naar de vermogenspositie en het overtollige vermogen zoals hij dat zag. Hè? Dus het vermogen wat je ter beschikking hebt, maar eigenlijk niet nodig hebt, ging afromen onder het motto: als jullie er geen bestemming voor hebben, dan weet ik er wel één. Die discussie hebben we met hem vrij fundamenteel gevoerd. En we zijn uiteindelijk tot de conclusie, ik geloof dat ze aanvankelijk 2 miljard vroegen, maar we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het verantwoord zou zijn, en ik zal u de uitgangspunten verder besparen, maar om een gezonde onderneming in stand te houden en een bepaalde kapitaalsbasis daarvoor te houden, om dan 1,4 miljard uit te keren plus de opbrengst van de verkoop van Structon. Maar door dat te doen was de NS natuurlijk ook tegelijkertijd een flinke buffer kwijt. En die buffer, die 1,4 miljard, die was vooral ontstaan, niet uit de opbrengsten van het reizigersvervoer, maar vooral ontstaan door het afstoten van activiteiten, waar geen nieuwe bestemming aan gegeven was. Dus wij moesten wel rekening houden, ook naar de toekomst, in de smalle marges die een bedrijf als NS maakt op zijn exploitatie en met de verplichtingen die het heeft richting de aandeelhouder en het ruimte maken voor nieuwe investeringen in materieel. We moesten dus wel rekening houden dat we dan niet daarbovenop extra risico's zouden krijgen. En een van de potentiële risico's was de uitkomst van de HSA. Dus we hebben op een gegeven moment in het overleg met minister Bos gezegd: akkoord, dit zijn we bereid te doen. Maar we moeten dan wel de zekerheid hebben dat we de HSA-problematiek, dat we die tot een oplossing brengen. Dat heeft hij geaccepteerd. Dat heeft bij mijn weten ook de heer Eurlings geaccepteerd als minister van Verkeer en Waterstaat. En zo is het gelopen.
Ja, ik kom daar zo dadelijk nog wel op terug verder. Maar goed, er vinden dus aan de ene kant discussies plaats over het afromen van overtollig vermogen, zeg maar, van overtollige middelen van NS. En aan de andere kant dreigt dus HSA failliet te gaan. Nee, dat vindt eigenlijk tegelijkertijd plaats in 2008. En HSA die heeft behoefte aan acute middelen. Lag het nou niet voor de hand om zeg maar een deel van dat kapitaaloverschot aan te wenden om de acute problematiek bij HSA op te lossen? Nou, dat vond de minister van Financiën van die dagen dus niet. De vraag is wat u ervan vond. Ja. Ik denk dat ik de lijn van de minister van Financiën wel begreep. Dat hij geen lijn wilde volgen om vermogensbestanddelen van de NS voor duurzame verliesgevende activiteiten te bestemmen. Dus ik kon zijn lijn wel volgen. Ik heb ook nooit een pleidooi gehouden of ondersteund die tot een andere uitkomst zou leiden. Maar u hebt daar ongetwijfeld ook zelf over gesproken. Met die directie in de Raad van Commissarissen. Moeten wij HSA niet als moederbedrijf zelf de helpende hand bieden in de wetenschap dat men ruim in de middelen zit? Ja, maar dus niet meer na 2008. Hè? Toen zaten we niet ruim. Ik heb nu de discussie over 2008. Er is nog geen dividend uitgekeerd. Die discussie loopt nog. Hè, die is pas ver in 2009. In 2008 is er een acuut probleem. Bij HSA, acuut liquiditeitsprobleem. Daar is over gesproken in de Raad van Commissarissen, neem ik aan. En wat heeft u toen besloten? We hebben de route gevolgd die uiteindelijk ook bewandeld is en tot het memorandum van understanding heeft geleid, om met de minister van Verkeer en Waterstaat naar een oplossing te zoeken. Maar u heeft niet zelf, laten we zeggen, die liquiditeitsproblemen, die behoefte aan liquiditeit aangezuiverd. Oh ja, het moederbedrijf. Een van de afspraken die we in 2008 met de heer Eurlings hebben gemaakt, dat we 50 miljoen kredietrisico's voor onze rekening zouden nemen. Dus in die zin wel, in de uitkomst is dat wel gebeurd. Het overleg met de minister van Financiën als aandeelhouder en het overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat als concessieverlener, dat liep langs zijn eigen agenda. En dat liep niet door elkaar heen. En wij waren ook niet in de positie om te zeggen tegen de minister van Financiën, nou, je moet me minder genoegen nemen, want we gaan kapitaal aanwenden voor HSA. Die discussie was hij niet toe bereid. Dat heb ik u net uitgelegd. Nee, maar u had betrekkelijk eenvoudig de acute liquiditeitsproblemen bij HSA kunnen oplossen. Ja, maar die zijn dus opgelost. Dat ging enkele tientallen miljoenen op dat moment. Ja, maar die zijn dus ook opgelost. Hè? In diezelfde fase, datzelfde. Die zijn niet opgelost door u, maar door het Rijk. Ja, ook door de NS. Kijk, de heer Eurlings, of de overheid heeft die acute liquiditeitsproblemen toen opgelost. En die zegt, ja, we hebben ook ons deel daarin gehad. Ja. Maar waarom heeft u niet volledig zelf opgelost en toch een beroep gedaan op de staat? In de wetenschap dat u op dat moment ruim bij kas zat. Voor dat moment, hè, we komen later, 2010, 2011, nog weer voor een hele nieuwe situatie. Maar voor dat moment heeft ook de NS en zijn reizigers 50 miljoen beschikbaar gesteld voor eventuele risico's die kunnen ontstaan en waarvoor de kredietverlening beschikbaar is. De heer Eurlings heeft een bijdrage geleverd in de vorm van uitstel van betaling. Uitstel van concessiebetaling. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt daar gedeeld. Maar ik begrijp de achtergrond van uw vraag en die is ook op andere momenten aan de orde gekomen. Had de NS ook meer kapitaal beschikbaar kunnen stellen voor de HSA? Op basis van een ondernemingsplan dat zichtbaar zou hebben gemaakt dat je een sluitende exploitatie kreeg, zou dat misschien best overwegen zijn geweest, zou dat bespreekbaar zijn geweest. Maar zo'n ondernemingsplan hebben wij niet gezien. Ja.
Dus en dus moest je iedere keer weer praten over de uitgangspunten van het ondernemingsplan. En daarin vormde de concessievergoeding, ik kan niet nalaten dat te benadrukken, vormde daar een heel belangrijk punt in. Die was zo hoog, dat was 45, misschien wel 50% van het totale jaarlijkse budget. Ja, je kunt op allerlei dingen bezuinigen en aanpassen, maar dit kon je dus niet. Ja, ja. Om het ondernemingsplan rond te krijgen, kon je niet buiten beschouwing laten. U zegt, die concessievergoeding was zo idioot hoog. Dus 45% van de totale kosten. Ja. En om een sluitend ondernemingsplan te krijgen, zou die omlaag moeten. Ja. Dat was, ja. En dat was voor u ook de reden om te zeggen, daar ga ik als voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaan we daar niet zeg maar extra geld in stoppen, omdat het gewoon geen sluitend ondernemingsplan is. Daar ligt geen sluitende business case. Dat is correct. Nou, bent u betrokken geweest bij de totstandkoming van het memorandum van overeenstemmingen eind 2008 tussen NS en minister Eurlings. Hoe bent u daarbij betrokken geweest? Via rapportages van de directie. Dus die hebben periodiek ons over dat overleg geïnformeerd en uiteindelijk natuurlijk over de uitkomsten. Ja. En u heeft gesproken met minister Eurlings daarover? Ik persoonlijk niet, nee. U heeft over het memorandum van overeenstemming niet gesproken met de heer Eurlings? Niet als persoon, nee. Als minister? Pardon? Ja, u zegt niet als persoon. Nee, maar, het is niet als president-commissaris. Ik had daarover het overleg over het memorandum van onderstanding. Eigenlijk al het overleg wat met de overheid gevoerd werd, werd geleid door de directie. Die rapporteerde ons. En als het nodig was dat we instemming aan iets moesten geven, dan werden ons de voorstellen daarvoor voorgelegd. Maar het was niet zo dat er nog een aparte lijn liep vanuit de Raad van Commissarissen richting de ministeries. Maar heeft u met dus niet gesproken met minister Eurlings en met minister Bos over dat memorandum van overeenstemming? Het zou kunnen zijn dat daar wel in dat overleg wat we hebben gehad, denk oktober 2008, toen hebben we op het ministerie van Financiën gesproken over dat superdividend. En er zal ongetwijfeld ook iets zijn gezegd over de stadium waarin dat overleg over het memorandum verkeerde, want dat speelde in diezelfde tijd. Maar dat heeft dan meer informatief geweest. En ik was bij dat overleg wel betrokken, bij hoge uitzondering. Daar was u zelf aanwezig? Ja, daar was ik met de president-directeur, bij hoge uitzondering. En was er ook minister Eurlings aanwezig, ja, bij dat overleg? Ja, bij mijn herinnering was ook minister Eurlings daar aanwezig. Want dit ging over mag ik het vriendelijk zeggen, een ernstige aantasting van de vermogenspositie van het bedrijf. Dus daar was ik bij betrokken. Omdat de Raad van Commissarissen daar natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid droeg om te beoordelen of dat met het oog op de continuïteit van de onderneming een aanvaardbare oplossing zou bieden. Ja. En daar is gesproken zeg maar over enerzijds het superdividend en anderzijds de oplossing van de HSA-problematiek. Daar is gesproken over het superdividend. En daar is vastgesteld van onze kant dat om eruit te komen, dat we dan ook een oplossing zouden moeten vinden voor de HSA-problematiek. Dat is niet inhoudelijk over de HSA-problematiek op dat moment gesproken. Is gezegd, er moet een oplossing komen. Ja. En hoe is daarop gereageerd door minister Eurlings? Ja, die was daar volop mee bezig op dat moment. Dus die heeft denk ik daar de houding aangenomen van, dat gaan we doen. Daar zijn we mee bezig, dat moeten we afronden. Dat vormde daar niet een bijzonder aandachtspunt. En wat was de reactie van minister Bos? Die bleef daar buiten. Die nam daar kennis van. En die heeft uiteindelijk ook onze brief geaccepteerd in een stadium dat denk ik ook de oplossing compleet was. En hij de 1,4 miljard kon incasseren. En welke, laten we zeggen, wat voor oplossing is er afgesproken met betrekking tot tot de HSA-problematiek? In dat gesprek bedoelt u dat de beschikbaarheid van onze kant voor die extra middelen voor de minister, voor de aandeelhouder,
zou kunnen worden afgerond als de procedure met betrekking tot de HSA ook was afgerond. Dus dat is het enige wat van onze kant daar is ingebracht. En is, laten we zeggen, u zegt de superdividend kan worden afgewikkeld, die discussie, als er ook een oplossing is voor de HSA-problematiek. Ja, ja. Welke oplossing is er gekomen voor de HSA-problematiek? Het memorandum. Dat memorandum? Ja. En hoe duidt u de oplossing die in het memorandum is neergeschreven? Ja, ik denk dat je het op zijn best zou kunnen noemen. Het stabiliseerde het bedrijf. Het bood een oplossing voor de liquiditeitsproblemen die op dat moment in beeld waren. Maar het gaf nog niet een oplossing voor de meer structurele oorzaken en problemen. Die komen dan ook een paar jaar later aan de orde. Maar u zegt het is alleen maar een oplossing for the time being. Niet een structurele oplossing. Ja. Had u niet, want er staat natuurlijk in het memorandum in artikel 14 toch een hele duidelijke bepaling van bij faillissementsproblemen zal de staat gegeven een aantal omstandigheden zeg maar dat faillissement proberen te voorkomen, daar aan werken. Had u het idee dat met dat artikel 14, weliswaar niet op het moment zelf, maar dat in de toekomst er wel een voldoende vangnet zou zijn voor de HSA? Ja, kijk, we waren met mannenmacht bezig om dat bedrijf overeind te houden en op gang te krijgen. Het was geloof ik ook niemands bedoeling dat dat zou vastlopen of mislukken. Dus ik heb dat memorandum en ook dit bewuste onderdeel gezien als de intentie van de staat om te helpen. Als dat nodig zou zijn, als er onverwachts weer grote problemen zouden komen. Ik heb dat niet geïnterpreteerd als een concrete toezegging. Of we gaan dan dit of we gaan hier dan dat beschikbaar stellen. Maar als het begin van de openheid waarin op een reële basis over en weer gesproken kon worden over wat kon en wat moest. En zoals ik u zei, het memorandum was niet de oplossing voor alle problemen. Maar het gaf lucht. We konden verder en soms moet je het daarmee doen. Zo complex was die situatie. Maar had u de indruk van dat, stel dat het in de toekomst weer een acuut faillissementsprobleem dreigt, dat dan zeg maar de staat of verkeer en waterstaat, gesteund ook uiteindelijk door het ministerie van Financiën, zou werken aan een oplossing om het faillissement te voorkomen? Dat laatste heb ik zo niet zo definitief eruit begrepen van we voorkomen het. Ik heb het altijd gezien als een intentie, als de bereidheid. Dat mocht die situatie zich weer gaan verslechteren, dan zijn we beschikbaar om daar met jullie naar te kijken. En daar hadden ze natuurlijk ook wel een goede reden voor. Want langzamerhand werd ook de situatie urgenter voor de staat, de twee betrokken ministeries. Omdat in de oorspronkelijke opzet, rond die tijd 2008-2009, er gereden zou worden en concessieinkomsten zouden moeten worden bereikt, die alweer onderdeel gingen uitmaken van de meerjarenbegroting van de departementen. Dus het was langzamerhand niet alleen meer een probleem van HSA, maar het werd ook gaandeweg een probleem van de betrokken departementen. Ja. U zegt ja, het bood wel enig comfort, zeg maar. Maar eigenlijk kon je niet helemaal concluderen van de staat zal sowieso in de toekomst HSA redden. En dat zegt u. Ja, in ieder geval was het maar, pardon. Ja. Ik lees in de stukken van NS zelf dat het staat dan wel niet, laten we zeggen, keihard in dat memorandum van overeenstemming. Maar we hebben wel de mondelinge toezegging dat men HSA niet failliet zal laten gaan. Die heb ik niet gehoord. We hebben de mondelinge toezegging dat we HSA niet failliet zullen laten gaan. Dat is mooi. Dat is, ja, een prachtige zin. Ja. Ja.
U heeft dat nooit gehoord? Ik herinner me dat niet. U heeft nooit dat, die gedachte die dus kennelijk leeft binnen uw organisatie, binnen de NS, binnen HSA, dat is nooit u geworden? En ik heb nooit zo begrepen dat onder alle omstandigheden het departement faillissement zou voorkomen. Ik kan me ook niet voorstellen dat zo'n uitspraak gedaan is, want dan moet je wel ongeveer een waarzegger zijn om dat te kunnen doen. Kijk, er zijn natuurlijk zijn wetten, er zijn regels en die pas je toe. En in het toepassen daarvan is natuurlijk toch een zekere ruimte. Ja. En als het doel is het voorkomen van het faillissement van HSA, dan kun je heel ver komen. Ja. Dat hebben we later gezien. Zeker. Maar u zegt, dat is niet tot... zo heb ik dat niet begrepen. Ik heb deze fase beleefd, en zo kijk ik er ook op terug, dat we voor het eerst op basis van gemeenschappelijke termen naar een probleem keken waar we alle twee een aandeel hadden, zowel in de oorzaak als in de oplossing. Ja. En ik heb de opmerking op de betrokken artikel in het memorandum dat de toezegging doet, mochten er in de toekomst ernstige problemen komen, dan kunt u daar met ons over komen praten. Zoals ik al eerder zei, beschouwd als een intentie, maar niet als een blanco check. U stuurt een brief naar minister Bos, naar aandeelhouder, naar aanleiding van het gesprek, hè, wat u zojuist geschet heeft tussen minister Eurlings, minister Bos en meneer Veenman en u. En in die brief stelt u een aantal voorwaarden. U zegt, ik wil overgaan tot uitkering van een dividend. Maar u zegt, en daar wordt gesproken over 1,4 miljard, maar daar wordt een knip ingebracht. U bent bereid 700 miljoen uit te keren. En u parkeert 700 miljoen. En die 700 miljoen, daarvan zegt u, die wordt uitgekeerd als de HSA-problematiek wordt opgelost. Dat klopt? Zo hadden wij het gedacht. Ja. Zo is ook geworden. Nou, het is iets anders gegaan. Na die brief, december 2008 is dat geloof ik, start er een overleg tussen de departementen van Financiën, dan ook de aandeelhouder, Verkeer en Waterstaat en NS. En dat leidt een aantal maanden verderop tot een overeenstemming. En in de tussentijd is ook dat memorandum van understanding is gereed gekomen. Dus dat probleem is opgelost. En het departement van Financiën stelde het op prijs om dus dan niet in twee gedeelten te worden uitbetaald, maar in één keer. En ik geloof dat het ook zo gegaan is. Maar toen was er ook geen enkele belemmering meer voor ons om dat bedrag te betalen. Maar ik snap het niet helemaal. Nee. U zegt, wij keren pas uit als de HSA-problematiek is opgelost. En u zegt zojuist, de HSA-problematiek is niet opgelost met het memorandum of understanding, maar geparkeerd, zeg maar. Oké, dan moet ik even preciezer zijn, ik begrijp uw punt. De HSA-problematiek moet worden opgelost. In die fase had betrekking op het overleg wat we toen met minister Eurlings voerden. En dat was, de inzet daarvan was, voorkom nu op dit moment een dreigende liquiditeitscrisis. Daar ging dat overleg over. En dat ging nog niet over de veel dieper liggende oorzaken van de problemen bij de HSA. En wat er gebeurt dus na onze brief is dat we die overeenstemming krijgen met minister Eurlings. Hij schuift betalingsverplichtingen op. Wij doen wat. Het schip kan drijven. En kan voort voorlopig. En dan worden al die zaken afgerond in een akkoord tussen de ministeries en NS en hebben wij het geld overgemaakt. Ja. Toch begrijp ik het nog steeds niet. Want de problemen zijn helemaal niet opgelost. Nee, maar dat ben ik met u eens. Ja. Dus hoe kunt u nu een brief schrijven waarin u zegt, wij betalen 700 miljoen van het keren we extra aan dividend uit, als u niet toch een relatieve een zekerheid heeft dat in de toekomst, als mocht er weer een faillissementsproblemen zijn bij HSA, dat ook financieel is afgedekt en opgelost? Ja.
Nee, daar hebt u gelijk in. Die zekerheid was er niet. Of was die zekerheid er toch? Pardon? Of was die zekerheid er toch? Ik memoreer aan het gevoel wat er was in de boezem van uw bedrijf. Namelijk, linksom of rechtsom, in de toekomst gaat de staat ons helpen om het probleem op te lossen. Ja, maar dat, dat is dan kennelijk een mededeling geweest die in bepaalde kringen is gewisseld. Is nee, maar dat was in de top van het bedrijf. Het zou kunnen. Het stond niet in de contracten. Het stond niet in de formele afspraken. En die geven wel een richting aan. Die heb ik zojuist ook uitgelegd hoe ik dat zag. We stonden er niet meer alleen voor. Onvoorziene omstandigheden en moeilijkheden, dan kunnen we met de minister daar verder over spreken. Dus in die zin denk ik dat we het memorandum moeten zien als een overbrugging en nog niet als een definitieve oplossing van de HSA-problematiek. Maar dan begrijp ik nog steeds niet waarom u toch het volledige dividend in 2009 heeft uitgekeerd. Omdat, zoals ik u zojuist zei, het overleg wat we hadden met de minister van Verkeer en Waterstaat tot een oplossing had geleid. Ja, het had daar geleid tot een memorandum van overeenstemming, ja. Maar niet tot een definitieve oplossing nee. voor HSA. Daar hebt u gelijk in. Waarin onze voorwaarden met de betalen in de brief aan de minister van Financiën, hadden we ook niet opgenomen dat alle problemen opgelost moesten worden op dat moment, maar dat de agenda die aan de orde was voor het Memorandum of Understanding, dat die agenda moest zijn afgewikkeld. Zodat wij op dat moment konden overzien welke risico's loopt de NS in dit hoofdstuk. Goed, ik kijk even naar de voorzitter. Ja, want ook ik snap het nog niet helemaal. En ik heb altijd één stelregel, als ik het niet snap, vraag ik net zo lang door tot ik het wel snap. Dus dan gaan we toch nog even helemaal op door. Want wat ik wil weten is, op een bepaald moment wordt vanuit de NS de koppeling gemaakt. Wij, dan zeg ik het even in algemene termen, wij maken ons grote zorgen over die overdracht van het superdividend, want we hebben nog een probleem. Wij willen dat superdividend pas volledig afstaan als wij weten dat het financieel ook in orde komt met HSA. Dat is vanuit uw verantwoordelijkheid de stelling. Wat wist minister Eurlings er toen van die koppeling? Was hij bij dat gesprek en wat was de datum van het gesprek en hoe is dat afgehecht? U bedoelt het gesprek met de minister van Financiën over... Ja. De datum weet ik niet precies, maar de brief is verschenen van onze kant, van de heer Veenman en mij aan de minister van Financiën, is begin december 2008. Ja. Ja. Dus dat overleg zal 1 of 2 maanden daarvoor, dus oktober of november, hebben plaatsgevonden. Dat was een overleg, en ik put nu uit mijn herinnering, waarbij de minister van Financiën aanwezig was en de inzet was dat hij met ons wilde afspreken een extra dividenduitkering, waar we een jaar lang over onderhandeld hadden. En in mijn beste herinnering was daar ook de minister van Verkeer en Waterstaat bij. Maar dat is toch echt iets te vaag in uw beste herinnering. Was hij daarbij of was hij daar niet bij? Ja, dit is een belangrijk aangelegen punt. In mijn beste herinnering, dus dan is hij erbij. Oké, okay, ja. Hij was erbij. Ja. En wat is daar toen besproken? Het superdividend. Is daar expliciet aan de orde geweest? En dan maak ik hem heel scherp. Wij gaan pas akkoord met 1,4 miljard afdracht als wij, kijken we naar de minister van Verkeer en Waterstaat, van u de garantie hebben dat HSA niet omkukelt. Nou, ik denk dat we het niet helemaal zo gedaan hebben zoals u dat... Oké, want dat was ook niet de herinnering van de minister van Verkeer en Waterstaat die wij van de week hebben gesproken. Ja. Dus daarom vind ik het, ik wil precies weten, wat is in uw beleving bekend geweest bij de minister van Verkeer en Waterstaat over de koppeling redden van HSA, dan pas 1,4 miljard? Ja, in mijn beleving was het zo dat we waren met de minister van Verkeer en Waterstaat al heel ver. Het moest nog gefinaliseerd worden. En tijdens dat gesprek heeft hij ook het beeld overgebracht. We komen daar wel uit. Het was nog niet rond, maar we komen hier uit. En wij hebben dat met 2 andere voorwaarden. Want dit was niet het enige punt. Met 2 andere voorwaarden in een brief samengevat aan de richting en de minister. Aan de minister van Financiën? Ja. Ja.
Dus als de minister, toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, hier onder ede verklaart dat in zijn herinnering er niet een directe koppeling was, dan is dat mogelijk? Dat is mogelijk, ja. Want het was onze koppeling. Het was dus onze omzet in het inzet in het bereiken van een akkoord. Het was niet de koppeling van de minister van Verkeer en Waterstaat en al helemaal niet van de minister van Financiën. Maar de heer Raap heeft hier vanochtend gezegd dat de koppeling is besproken, maar Financiën is daar niet op ingegaan. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat herkent u ook? Dat herken ik wel. Die hadden daar helemaal geen behoefte aan, in die koppeling. Nee, dat is duidelijk. Dus als ik het nu, omdat ik er echt aan hecht, want dit zijn belangrijke verklaringen die onder ede worden gedaan, over nogal wat bedragen, 1,4 miljard is niet iets waar we even denken van, nou, we denken dat we het ongeveer scherp hebben, dus ik wil het echt scherp hebben. Er is een discussie, het gaat slecht met HASA. Op dat moment komt Financiën bij u met de gedachte, wij willen 1,4 miljard van u. Vanuit uw verantwoordelijkheid geeft u aan, ja, maar dat gaan we niet zomaar geven, want we willen HASA op orde hebben. Er komt een gesprek. Daar zijn beide bewindspersonen bij. Dat gesprek gaat over het superdividend. Niet zozeer een keiharde koppeling, maar u bent wel in gesprek met Verkeer en Waterstaat. Daarna scheiden de wegen zich. U komt er bij VNW uit. En u komt er ook bij Financiën uit. Uiteindelijk heeft u in uw beleving de betaling kunnen doen, omdat u voldoende zekerheid had op het HASA-dossier. Dat is correct. En in de beleving is het mogelijk dat de minister van Verkeer en Waterstaat dat niet als een echte koppeling herkent. En ik zeg dat omdat wij Veenman hier hebben gehad, die het toch een beetje heeft neergezet, en dat is misschien mijn herinnering, als een soort voor wat hoort wat. We doen nu 700 en eerst HASA en dan doen we die andere 700. Maar aan dat traject heeft Financiën niet meegedaan. Nee, die dachten er anders over. Oké. Dan hebben we het helder. Ik kijk even naar de tijd en ik stel voor dat we 10 minuutjes pauzeren. Wij zien elkaar om 12:30 weer. Ik heb eentje over.
Dank u. Meneer Meijer, we gaan zo door naar de volgende fase. Ik heb nog één vraag die door mijn hoofd zoomt. Is als de oplossing voor HAZA, het memorandum van overeenstemming, niet zou zijn gesloten, was de NS dan akkoord gegaan met de afdracht van het superdividend? Nou ja, dat hadden we misschien dan wel gewild, maar uiteindelijk als de aandeelhouder doorzet in zo'n 100% verhouding, dan wordt het uitgekeerd. Dus we hadden geen keus. Okay. Wij hebben van onze kant die drie voorwaarden gesteld, omdat we dat op dat moment risico's vonden waar we inzicht in zouden moeten hebben, die het verantwoord maakt om dit te doen. En als die deal niet tot stand was gekomen voor wat betreft het memorandum, zouden we ongetwijfeld vast hebben gehouden aan die uitgangspunten. Maar ik denk dat we dat niet tot het einde hadden kunnen volhouden. Helder. Dank u wel. De heer Vergeer. We zijn weer in een verdere fase. En dat is ruim een jaar na het ondertekenen van het memorandum van overeenstemming. Dan zijn in 2010 de vooruitzichten voor HSA nog verder verslechterd en komt de continuïteit wederom in gevaar. En dit lijkt, althans voor een deel van de Raad van Commissarissen, als een verrassing te komen. Als we kijken naar de vergadernotulen van 6 oktober 2010, was het voor u een verrassing? Misschien op dat moment het tijdstip. Hoe kan het nu dat we zo kort na die liquiditeitshulp en ondersteuning alweer de bodem in zicht zien komen? Maar tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, we wisten natuurlijk ook dat het echte probleem, namelijk het krijgen van een sluitend ondernemingsplan, dat hadden we nog niet bereikt, dat hadden we nog niet opgelost. Was dit aanleiding voor de Raad van Commissarissen om zich intensiever met het HSA-dossier-problematiek te bemoeien? Ja, wat ik me herinner, hebben we vanaf 2008, 2009 vrij intensief ons met deze situatie bemoeid. En zeker 2010, 2011, als minister Schultz komt, wordt dat nog opgevoerd. Binnen de Raad van Commissarissen wordt gesproken om de zogenaamde discontinuïteitsbrief te versturen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En daarmee zou HSA formeel aangeven op korte termijn failliet te gaan. En dat als gevolg van artikel 14 van het memorandum van overeenstemming, dan zou de staat, dus na een verificatie van de cijfers, binnen 6 maanden maatregelen moeten treffen. Wat waren nu de voor's en tegens van het versturen van een dergelijke brief? Ja, zoals u aangeeft, waren daar procedureafspraken over. Omdat de concessieverlener van zo'n situatie tijdig op de hoogte moet zijn. Omdat hij maatregelen kan nemen. En wij van onze kant, en zo is er toen ook over gesproken, moesten goed in de gaten houden. Wat is het uiterste moment waarop je moet vaststellen, het gaat niet verder, en dan terugrekenen hoeveel maanden daarvoor moeten wij de concessieverlener hebben ingelicht. En dan weet ik niet of het dat moment 2010 of iets later is, wanneer zichtbaar wordt dat HSA in de loop van 2012 door zijn reserves heen raakt. En bij die gelegenheid hebben wij dus een verkenning gedaan. Stel dat er geen oplossing is voor die tijd en die situatie doet zich voor, wat is dan het moment waarop wij de concessieverlener moeten, de staat moeten informeren? En toen hebben we ook wel vastgesteld, dan moeten we niet de uiterste termijnen nemen, maar dan moeten we ook ruim van tevoren aankondigen dat de situatie aanstaande is. En is die brief ook verzonden? Bij mij weten niet, nee. Waarom niet? Omdat wij, aansluitend op dat moment, eind 2010... en de loop van 2011 in een heel intensief gesprek komen met de dan aangetreden minister van Verkeer en Waterstaat. Of van INM, moet ik zeggen, geloof ik. Ja, en goed,
U zegt verkeer en waterstaat en NS die gaan eigenlijk opnieuw met elkaar om tafel zitten. En dat resulteert uiteindelijk in het zogeheten onderhandelakkoord. Wat uiteindelijk in 2012 getekend is. Hoe bent u betrokken geweest bij dat onderhandelakkoord? Ja, over een vrij lange periode heeft de directie met ons haar zienswijze besproken. De initiatieven die ze wilde ondernemen richting het ministerie. En zijn wij op de hoogte gehouden van de verschillende stadia van het overleg. En uiteindelijk moesten wij onze goedkeuring geven aan het definitieve akkoord. En heeft u ook zelf daarover gesproken met minister Schulz? Nee. Dat niet? Pardon? Dat niet? Nee. Goed. De oplossing in het onderhandelakkoord werd gevonden in het integreren van de HSL-concessie en de hoofdrailnet-concessie. Van wie was eigenlijk dat idee afkomstig? Ik heb geen kennis van de bedenker van deze oplossing. Maar het zou best denkbaar zijn dat die in die werkgroepen die gevormd waren, die verkenningen deden, en de opties die werden, de scenario's die werden doorgenomen, dat dit er toch als het meest aangelegen uitkwam. Ja, dat is het resultaat geworden. Ja, ja. Maar u weet niet van wie het idee was? Nee. Nee. Klopt het dat NS meer kon en wilde betalen om HSA te redden, als ook de hoofdrailnetconcessie na 2015, zeg maar, aan NS gegund zou worden? Ja, dat klopt. Kunt u dat toelichten? Nou ja, dat klopt in de context dat in de verkenning die we dan doen, er plannen op tafel komen die uitzicht bieden op een rendabele operatie. En dat is wanneer HSA en het hoofdrailnet in samenhang worden gebracht. Het waren tot dan toe twee gescheiden concessies en twee gescheiden operaties. En uit het beeld dat er dan ontstaat, zien we ook een exploitatievorm komen die het rechtvaardigt om voor de nieuw te bedenken concessie, te ontwikkelen concessie, vanuit de HSA-NS-combinatie een extra bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. Ja, we kunnen concluderen dat, zeg maar, door de integratie, zeg maar, NS ook in staat was om zelfstandig als bedrijf bij te dragen aan de oplossing van de HSL-problematiek. Een deel van de oplossing te bieden. Het ministerie bood ook een deel, uiteraard. Zeker. En die, dat deel dat werd opgebracht vanuit de opbrengsten, zeg maar, van de hoofdrailnetconcessie. De gezamenlijke concessie. Hè. Het is, maar ook deels, natuurlijk deels uit de... Ja, de HSL had natuurlijk opbrengsten, maar er waren ook opbrengsten uit de hoofdrailnetconcessie. Ja. Ja. En die combinatie loste het probleem uiteindelijk op van We hebben dan één ondernemingsplan over 10 jaar, waaraan aan de ene kant staan de te verwachten opbrengsten en aan de andere kant de te verwachten kosten. En daar maakt de concessieprijs een onderdeel van uit. Ja. En kreeg nou NS, hè, door dat onderhandelenakkoord hetgeen eigenlijk wat ze al jaren wilden? Want men wilde, hè, de hoge snelheidslijnconcessie. Men wilde natuurlijk de concessie van het hoofdrailnet. Men wilde geen concurrentie. Men wilde een korting op de concessie. Van tientallen miljoenen per jaar, hè, is dat uiteindelijk geworden. Bent u daar tevreden over dat NS dat allemaal gekregen heeft wat ze wilden? Kijk, de NS wilde uiteindelijk uitzicht op, waar ik ook mee begonnen ben, een goede kwaliteit van de treindienstverlener voor de klanten. En dat werd met deze constructie die u net schetst, werd dat helder in beeld gebracht. Waarin zowel het hoofdrailnet als het internationale vervoer het meest optimaal gediend werd. En dus ja, wij waren, hoewel we ook zelf een forse bijdrage moesten leveren aan de oplossing van de problemen die waren ontstaan,
Maar wij waren er in die zin mee akkoord om het zo te doen. Goed, ik geef het woord aan de voorzitter. Kunt u nou voorbeelden geven wat nou het voordeel zou zijn van die integratie van die concessies? Nou ja, een van de, voordelen was dat waar de concessie op de HSL ging over één lijn van Amsterdam naar Brussel, er in die gecombineerde scenario's een veel betere aansluitingsmogelijkheid kwam op bijvoorbeeld Zuid-Nederland. De verbinding Eindhoven-Den Haag als voorbeeld. Dus wat je zag, dat, en dat vond ik zelf ook wel een hele creatieve oplossing, dat het internationale vervoer en het binnenlandse vervoer op het hoofdrailnet veel beter op elkaar werden aangesloten. En dat werd mogelijk door die ene concessie en dat ene ondernemingsplan dan in de voorgaande situaties, toen die zaken apart werden gehouden. Heeft u ook het verhoor met mevrouw Netelenbos gehoord? Ja. Zij had daar wel een oordeel over. Zij zei, straks gaan we boemelen over de hoge snelheidslijn. Haar visie was juist vooral gescheiden houden. Dit is iets waar we een ander prestige hebben. Hoge snelheidslijn, snel naar het zuiden. En nou wordt er, en ze zei, ik heb het zelfs al geconstateerd, geboemeld over de hoge snelheidslijn. Hoe oordeelt u daar dan over? Ja, ik heb daar ook naar geluisterd en gedacht, ik zie dat anders. Naar mijn gevoel is het vervoer over de hoge snelheidslijn, voor zover we dat nu kennen, dat heeft helemaal niet het karakter van een boemeltrein. Dat gaat in een behoorlijk tempo. En in de toekomst zullen we daar alleen maar, denk ik, meer initiatieven krijgen. Dus ik kon dat niet plaatsen. Okay. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, meneer Meijer, ik ga u een aantal vragen stellen in dit verhoor over de trein zelf, over de Vira-dienst. In maart 2012 besluit de NS-directie om van start te gaan in december 2012, de dienst Amsterdam naar Brussel. Op dat moment waren de treinen nog niet toegelaten. Er was nog geen proefbedrijf ook geweest. Er waren twee leentreinen, dus er was nog niet veel bekend over de treinen in Nederland. Bent u gekend als Raad van Commissarissen in dat besluit? Om in december van start te gaan naar Brussel? Ja. Ja. En wat was de reactie van de Raad van Commissarissen daarop? Nou ja, als we zover zijn, heel graag, want het heeft wel erg lang geduurd. Dus er was vanuit de Raad van Commissarissen ook wel aandrang om die operaties nou op gang te krijgen. Dus u was eigenlijk blij dat uiteindelijk duidelijk werd wanneer de trein, zeg maar, de Vira-trein van start zou gaan. Ja. De directie besloot ook tegelijkertijd dat er geen alternatief was voor de Vira. Dus op het moment dat de Vira het niet zou doen, was er geen alternatief. De Benelux-trein was er niet meer, de treinpaden waren er niet meer en er was ook geen vervangend materieel voor de Vira. Dus eigenlijk alle kaarten op de Vira. Is dat ook nog iets wat vanuit de Raad van Commissarissen nog is meegegeven van zorg nou voor zo'n terugvaloptie? Dat herinner ik me niet dat we zo'n indringend advies hebben gegeven, nee. En achteraf, is er misschien de periode januari, op een gegeven moment wordt de trein uit de roulatie gehaald. Is er toen vanuit de Raad van Commissarissen nog de vraag gesteld van, goh, waarom is er geen alternatief, backup? Ja, want waren we te laat. De situatie die zich voordeelt in de loop van 2012 is dat er een nieuw dienstenrooster wordt voorbereid. U kent die geschiedenis ongetwijfeld. In dat verband moet kennelijk de Benelux-trein verdwijnen. Vanwege het ook in het gebruik nemen van de Hanslijn. Enfin, dat is een hele complicatie. Men neemt dat risico. Ik denk ook dat wij als Raad van Commissarissen dat gehoord en gezien hebben. Op welk moment dacht u van, hier is een risico genomen? Ik weet niet of het ons als risico gepresenteerd is, maar ze zullen ons ongetwijfeld geïnformeerd hebben hoe met dat nieuwe rooster zou worden omgegaan. Dus ik kan dat niet precies terughalen nu, hoe dat in detail verlopen is. Maar het is niet ook aan u voorgelegd als risico? En de Raad van Commissarissen heeft op dat moment, als het gaat over maart 2012, dat besluit wordt genomen om in december van start te gaan en geen backup te hebben,
Daar is niet in de Raad van Commissarissen over gesproken. Nee, in die, nou, nee, want kijk, dit hoorde niet tot de verantwoordelijkheden die aan de Raad van Commissarissen, aan de agenda van de Raad van Commissarissen onderworpen worden. Dat kregen we er wel in de sfeer van de mededelingen. Het is wel aan u medegedeeld dat er geen backup was. Ik weet dat niet meer. Of ons dat van tevoren is meegedeeld. Oké, okay. Dus ik vat het even samen. Het is niet een vraag die de Raad van Commissarissen zeg maar zelf heeft gesteld aan de NS-directie, nee. Van is er een backup? Nee. De NS-directie heeft het ook niet als risico op dat moment aangedragen bij de Raad van Commissarissen? Nee, dat denk ik niet, nee. En achteraf is er, zeg maar, toen die trein uitviel, is er toen nog binnen de Raad van Commissarissen over gesproken? Toen de trein uitviel in januari 2012. 17 januari 2012. Toen, voor zover ik dus daar nog bij betrokken ben geweest, want ik ben vrij snel 2013 daarna, moet ik trouwens even zeggen. Ja, pardon, ja. Ik ben vrij snel daarna, was mijn einde van mijn termijn. Dus ik heb alleen eigenlijk meegemaakt de discussie over het beëindigen in januari van de treinloop vanwege het veiligheidsprobleem. En daarna zijn er tal van discussies geweest over de vraag hoe nou verder. Ja. En ze hadden ongetwijfeld ook een keer aan de orde zijn geweest. Ja. Waarom hebben we eigenlijk die Benelux-trein niet toch opgedrand? Even feitelijk, u zegt van waarschijnlijk is dat ook zo, is dat onderwerp ook besproken. Maar weet u dat nog vanuit uw herinnering? Nee, ik was er niet meer bij. U was er niet meer bij, dus het onderwerp van waarom is er geen backup? Dat is niet als zodanig in uw tijd, zeg maar, besproken. Nee. Wat er vervolgens ook gebeurt, is dat de treinen worden op een gegeven moment voortijdig overgenomen. En dan hebben we het over mei 2012, want men wil gaan rijden, het materieel uit gaan proberen. En daarvoor worden de treinen voortijdig overgenomen. We noemen dat een APTO-constructie, technische begrip. Maar het wil eigenlijk zeggen dat de treinen worden overgenomen voortijdig, dat ze nog niet voldoen aan de koopovereenkomst. Treinen zijn nog niet toegelaten en er zijn ook nog een aantal openstaande, een behoorlijke lijst met openstaande punten. Bent u als Raad van Commissarissen gekend in dat besluit om dus die treinen voortijdig over te nemen, die dus nog niet voldeden aan de koopovereenkomst? Ja, zeker. Ja. En wat was uw reactie daarop als Raad van Commissarissen? Vond u dat verstandig? We hebben dat eigenlijk beschouwd in de context zoals dat verder ook ging met de oplevering van andere treinen. Dat dit aanloopproblemen waren die zouden worden opgelost terwijl het testen zou beginnen. Zo hebben we dat gezien, zo hebben we dat begrepen, zo hebben we dat ook vertaald. Dus we hebben daar niet als Raad van Commissarissen een bijzondere betekenis aan toegekend. Dus het is aan u medegedeeld, maar het is niet zo dat de Raad van Commissarissen het als een besluit voorgelegd heeft gekregen? Nee. Het is medegedeeld en de Raad van Commissarissen heeft toen op dat moment ook niet verdere vragen daarover gesteld? Nou, het kan zijn dat er vragen over zijn gesteld, maar nogmaals, de Raad van Commissarissen van de NS gaat niet over de dienstregeling en gaat ook niet over de vraag, wordt een trein ingezet of niet ingezet? Die afweging is aan de directie. Die kan dat beoordelen met de medewerkers die ze om zich heen hebben. En dat werd in de mededelende zin aan de Raad van Commissarissen meegedeeld. Meegedeeld en niet voorgelegd. Maar dat was geen beslissing van ons, nee. Ja. Als u nou kijkt, hè, want het is gebeurd, je neemt treinen over van een fabrikant waar de relatie, de samenwerksrelatie al moeilijk ligt. Er zijn behoorlijk wat openstaande punten. Vindt u het verantwoord dat er treinen voortijdig zijn overgenomen? Want u zegt van in het licht van de tijd kan ik me dat daar iets bij voorstellen, gaf u aan, maar vond u het verantwoord? Ja, kijk, in de testen, de certificering, was het veiligheidsvraagstuk in positieve zin afgehandeld. De conclusie was, de treinen zijn veilig. Dat bleek later dan niet zo te zijn, maar dat was de kennis die wij uit die procedure kregen. En de bedrijfszekerheid, daarvan wisten we, daar zijn een aantal problemen die moeten worden opgelost, die voor een deel in de trein zitten, maar voor een deel ook in de infrastructuur, en met name in de communicatie tussen de trein en de infrastructuur. U herinnert zich dat. Treinen die voor de grens stil kwamen te staan, omdat er nog een softwareprobleem was. Enfin, allemaal dit soort zaken. Maar we hebben steeds begrepen, en zo zijn we ook voorgelicht, die problemen zijn er wel, die gaan we oplossen. Ja, dus uw indruk was, voordat de trein van start ging, dat de treinen veilig waren. Maar u was wel als Raad van Commissarissen op de hoogte dat er betrouwbaarheidsproblemen speelden. Ja.
Maar het werd in ieder geval aan u gecommuniceerd dat het op te lossen was. Ja, en ik kan u verzekeren, bij iedere nieuwe trein die je in gebruik neemt, ontstaat een fase in het begin waarin dit zich voordoet. Ja. En kennelijk is het zo, ik ben geen specialist op dit gebied, maar dat je een trein heel ver kunt brengen in zijn ontwikkeling, maar dat in de laatste fase van de afwerking moet toch gebeuren terwijl die rijdt. Is er nou te vroeg gestart met de Vira? Want we hebben gisteren met de heer Meerstad ook gesproken over proefbedrijf. Proefbedrijf is zeg maar een generale repetitie van de trein zonder dat er reizigers in zitten. Dat proefbedrijf is niet volledig uitgevoerd. Kan je achteraf zeggen dat er te snel van start is gegaan? Ervaarde u zeg maar als raad van commissarissen druk om van start te gaan in december? We waren 5 jaar te laat. Dus en om daarmee te schetsen, dat, en dat heeft allerlei oorzaken, die niet ook allemaal toe te schrijven zijn aan HSA of aan de treinenbouwer. Daar hebben meerdere partijen een bijdrage aan die vertraging geleverd. Maar het was wel zo langzamerhand dat ook in de zittingen van de Raad van Commissarissen de druk gevoeld werd. Van alle kanten. Ja, kunt u dat nog wat meer concretiseren? Waar kwam die druk vandaan? Nou, het zou me niet verbazen dat hij bijvoorbeeld ook uit discussies in de Tweede Kamer kwam. In de media. Ik zou die documentatie moeten nakijken waar dat precies plaatsvond. Maar, dus uit de media, uit de Tweede Kamer. U had uw eigen sense of urgency. Dat u zei, we waren 5 jaar duidelijk. Te laat. Ja. Maar ook druk vanuit het ministerie? Ja, ik denk het wel, dat ook het ministerie vond dat er nou eens opgeschoten moest worden. Hoe kwamen die berichten bij u als raad van commissarissen? Dat weet ik zo niet meer hoe dat aangeleverd werd. Maar... U weet alleen dat wel die druk er kwam vanuit het ministerie, maar niet hoe die druk bij u kwam. Nee. Zeg maar. Kwam die druk ook vanuit de NS-directie? Zeker. Die wilde de operatie op gang hebben. Ja. Dus als ik even samenvat, 5 jaar te laat van start, dus zelf ook een soort sense of urgency om van start te gaan. Druk vanuit de Tweede Kamer, de media, maar ook vanuit het departement. En denkt u nou... Misschien als ik dat nog mag. Tuurlijk. We waren intussen natuurlijk al wel bezig op het traject Amsterdam-Rotterdam. Weliswaar met ander materieel, maar dat werd gaandeweg toch een succesvolle operatie. Ook qua opbrengsten... Qua waardering van de klanten, van de reizigers. Dus dat was over welke periode heeft u dan? Dan heb ik het over de periode 2009-2012. Als het V160 materiaal daar rijdt. Dus er was ook wel vanuit het bedrijf, dus ook vanuit HSA zelf, de behoefte om nou het vervolg tot stand te brengen. Maar denkt u dat die druk ertoe heeft geleid dat er toch misschien te snel van start is gegaan? Er was ook geen backup, hè? Er was ook geen alternatief. Met de inzichten van dat moment denk ik dat niet, nee. Nee. Op 17 januari 2013 wordt besloten om tijdelijk te stoppen met de Vira. Er wordt ontdekt dat er een afdekrooster van een Vira is gevallen. Bent u gekend in dat besluit? En hoe ging dat? We hebben daar zelfs een speciale bijeenkomst van de Raad van Commissarissen over gehad. Althans een speciale overleg waarin dat is toegelicht. Dus de aanleiding is uiteengezet en de maatregelen die werden voorgesteld. Dus daar zijn we zeer uitvoerig in gekend. En het is natuurlijk ook een hele ernstige beslissing met een hele ernstige aanleiding. Want de trein bleek dus onder die omstandigheden niet veilig. En nog even over die communicatie naar de Raad van Commissarissen. Werd er een extra vergadering belegd of hoe gaat zoiets? Want het is toch een crisissituatie. Ja. We hadden ook regelmatig daarvoor de formule van de telefonische vergadering. Maar ik denk dat dit keer we toch bij elkaar gekomen zijn. Dit was wel een moment natuurlijk waarvan iedereen ook wist, dit heeft ingrijpende gevolgen. Weet u ook nog wanneer in de tijd? Want we hebben het net gehad, 17 januari is het moment van tijdens stopzetting. Ik dacht 2 of 3 dagen later, zoiets. Dat u bij elkaar bent gekomen. Ja, en u was daar ook zelf bij zeker. Het was mijn laatste vergadering als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dus ik heb de herinnering daaraan. En ik denk ook dat we vrij direct, op de 17e of direct daarna, telefonisch geïnformeerd zijn. Maar dat
laat ik even in het midden. Kan het zijn dat die vergadering op 22 januari was? Dat zou best kunnen, ja. Ja, dus rond die tijd, in ieder geval, ja, is er nog een extra vergadering, ja, belegd door de Raad van Commissarissen. Wat was toen de indruk in dat gesprek? Want u zegt zelf, het is een behoorlijke, wat er gebeurd is natuurlijk een enorme teleurstelling. Hoe werd daarop gereageerd? Welke analyse werd meegegeven? Nou ja, terecht, wat u ook terecht samenvat, het is een enorme teleurstelling. Dat is natuurlijk eerst gedeeld. Ook niet verwacht. Want de trein was ook onder winterse omstandigheden getest. Hè, zoals ons meegedeeld. Dus dit was niet verwacht. En vervolgens het uit dienst nemen van een trein die 4 weken gereden heeft. Dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. Ja. En welke stappen heeft u zelf ondernomen als Raad van Commissarissen? We hebben die beslissing van de directie met elkaar besproken en ingestemd met wat ze uiteindelijk zelf voorstelden. Gaf u ook nog adviezen mee? Waarschijnlijk is in die vergadering ook een procedure uitgezet in twee richtingen. De ene is, wat kunnen we aan vervanging voor deze lijn, voor deze trein inbrengen? En ik denk dat er ook al een begin is gemaakt met hoe gaan we nu een vervolgonderzoek instellen naar de kwaliteit van de treinen. Ja, nou, we hebben het gisteren ook met de heer Meerstad ook nog gehad over dat proefbedrijf. Hè, dat er toch tekort in die periode getest is. Er is natuurlijk wel heel veel op andere momenten getest. Maar echt het generale repetitie, dat integrale proefbedrijf is eigenlijk niet volledig uitgevoerd. Op dat moment waren er ook adviezen dat er moeilijke voorspelling gedaan kon worden over de betrouwbaarheid van de dienst. Heeft u het verhoor van gisteren gezien met de heer Meerstad? Een stuk. Dit gedeelte heb ik niet gezien. Okay. Als ik dat zo voor u hou, dat er op dat moment adviezen waren, bijvoorbeeld van ProRail, HSA, dat ze op dat moment geen voorspelling konden doen over de betrouwbaarheid van de dienst en toch van start zijn gegaan. Wat vindt u daar dan van? Ja, ik ken die adviezen niet. Als ik dat zo voor u hou, ja, dat de uitkomst van al die adviezen was een voorspelling over een betrouwbare exploitatie, start van de dienstregeling, kunnen we niet geven, want er zijn te weinig testritten gereden en er zijn ook onzekerheden met het materieel. Ja, toch, ik ken die adviezen niet en ik ken ook niet de overwegingen geleid hebben tot een andere conclusie. Ik snap conclusie. Dat u ze kent, daar vat ik ze ook even heel kort voor u samen. Ja. Maar als u dat zo hoort, dat er toch op dat moment ook signalen, adviezen waren gegeven door mensen, hè, die er dichtbij waren. Ja. Van, goh, als we kijken naar de dienstregeling, kunnen we eigenlijk, ja, met niet veel zekerheid zeggen of deze betrouwbaar is. Wat is dan uw reactie? Nou, mijn reactie in algemene zin is, want het wemelt natuurlijk van de adviezen bij dit soort zaken. Ja. Het gaat niet zozeer om het signaleren van wat is het probleem. Ik ben meer geïnteresseerd in wat is de conclusie, hoe je het kunt oplossen. Ja. En als die conclusie is, het is niet oplosbaar, of degene die het moet oplossen doet het niet of niet goed, dan zou ik zeggen, neem je verantwoordelijkheid. Maar als het adviezen zijn die iets signaleren wat nog mankeert aan de trein. Ja, ik snap wat u zegt, maar denkt u niet dat door de druk om van start te gaan, hè, we hebben net aangegeven de druk vanuit de media, het ministerie, de Tweede Kamer, er was geen alternatief voor de Vira, dat die druk er eigenlijk ook voor zorgde, er was geen alternatief om van start te gaan. Dus desondanks de adviezen die toch wezen op, nou ja, een aantal risico's. Ja, maar wat ik u eerder in dit gesprek zei, er was geen veiligheidsprobleem gesignaleerd. Dat deed zich wel voor. Maar een betrouwbare dienstregeling, zonder dat ik u onderbreek, is natuurlijk ook belangrijk. Is ook belangrijk. Ja. Maar daarvan, juist van dat hoofdstuk, het eerste hoofdstuk, daar gold het de regel voor de NS of de HSA, rijdt veilig of rijdt niet. Dus dat, ja, was, er waren geen dubbele antwoorden mogelijk. We rijden niet terwijl de veiligheidssituatie niet zeker is. Het tweede het dus onderdeel. Het tweede onderdeel daarvoor gold voor, ja, dat de gesignaleerde problemen werden oplosbaar geacht. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat die rapporten die u citeert, dat die er waren. Maar het kan niet anders dan dat daar ook altijd iemand op gereageerd heeft van, ik neem hier kennis van en we gaan dat en dat doen. Dus u was eigenlijk als Raad van Commissarissen verrast wat er gebeurde. Ja. Want u had geen signalen, informatie, behalve dan een aantal betrouwbaarheidsproblemen, ja, die zouden, nou ja, opgelost hadden, kunnen worden. Pardon, we hadden, ja, wel, we kregen van week tot week bij die introductie een overzicht van wat voor soort problemen zich hadden voorgedaan en wat men eraan deed.
Dus we zagen natuurlijk wel dat dat met hort en stoten verliep. Dat was best op detailniveau. Dat ja, nee, maar dat, dat ja. klopt. Dat is op die, maar dat ja. hangt ook weer samen met het belang wat wij hieraan hechten. En dat wilden we ook heel goed volgen. Ja, we zaten dus wel dichtbij, hè, qua zeker, informatie. Zeker. Maar de ingebruiknameadviezen kreeg u waarschijnlijk wel of niet? Niet. Die niet? Nee. Oké, want daar stonden wat risico's in over een betrouwbare dienst. We hebben het gehad over 17 januari 2013, het moment van de tijdelijke stopzetting. Heeft u in die periode nog contact gehad met het ministerie? Het ministerie van INM of Financiën? Over deze zaak bedoelt ja. u? Niet of, persoonlijk, nee. Niet persoonlijk? Nee. Niet met ambtenaar, maar ook niet met bewindspersonen? Nee, niet over deze zaak. Collega's van u in de Raad van Commissarissen? Ik neem aan dat u dat met elkaar bespreekt van... Ik denk het niet. Ik heb dat althans niet, dus niet gemeld, nee. Oké, dus die contacten verliepen via de NS? Ja, via de directie. Ja. Nu hebben wij ook in de stukken gelezen dat de NS in die periode actief gelobbyd heeft in Den Haag om een parlementaire enquête te voorkomen. Dat zou ook medegedeeld zijn in de Raad van Commissarissen, waar u ook bij was. Wat was uw reactie erop toen de heer Meerstad dat aangaf, dat er een actieve lobby was in Den Haag om een parlementaire enquête te voorkomen? Nou, achteraf zou ik zeggen, dat is dan niet gelukt. Maar op dat moment de mededeling zal gedaan zijn, nou, ongetwijfeld als u daar kennis van hebt. Maar daar staat mij verder niets over bij, hoe we daarop gereageerd hebben en wat we daarvan vonden. Daar hebben we denk ik kennis van genomen. U heeft niet gezegd van, is het wel verstandig dat een staatsbedrijf een hoog parlementair instrument probeert te voorkomen? Dat was niet de reactie vanuit de Raad van Commissarissen op dat moment. Als u de opmerking niet hebt aangetroffen in de verslaggeving, dan is die niet gedaan, nee. En u heeft er geen herinnering aan? Nee, eigenlijk niet, nee. En als ik hem zo voorleg? Nee, wat vindt u daar dan naderhand van? Dat er 17 januari een crisissituatie... we hebben het net over gehad dat de NS op dat moment ook tijd en energie stopt in een lobby om een parlementaire enquête te voorkomen. Als u dat nu zo van mij hoort, wat is dan uw reactie? Ja, dan zou ik toch even heel precies willen weten wat er toen gebeurd is, wat er gezegd is, voordat ik daar een commentaar op geef. Ja. Is het dan handig dat ik dit document even via de bode aan u laat toekomen? Dat is goed. Ik heb het voor u geasseerd in ja. lichtgevende. U kunt het ook voorlezen eventueel, als u dat wil. Ja, ik zie dat hier en ik ben ook bij die vergadering aanwezig geweest. Ik herinnerde me dat niet meer, maar het is dus in de sfeer van de mededelingen gedaan, dus dat klopt. Ja, en als ik nu vraag, mijn vraag aan u was, wat vindt u daarvan? U heeft er geen herinnering aan en daarom vroeg u ook om het document zelf te lezen. Als u dat nu zo leest, wat vindt u daar dan van? Ja, ik kan me voorstellen dat je in de fase waarin we toen verkeerden, waarin kennelijk al... Dat punt aan de orde was gesteld, dat je probeert je positie te verdedigen. Dat kan ik me voorstellen. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat een bedrijf zich actief bemoeit rondom de vraag of u een enquête instelt of niet. Dus dat is mijn mening. Uiteindelijk gaat u daarover. Dank u wel. Ik geef het woord weer aan mevrouw van Torburg. Op het gesprek wat we ietsje hiervoor hadden, op het verhoor dat we ietsje hiervoor hadden, pak ik nog één klein onderdeel terug. U gaf aan, en ik denk dat als toezichthouder ook te begrijpen is, u gaat niet over de trein zelf, u gaat niet over de dienstregeling. U bent toezichthouder op het totale bedrijf. En het is wel een beetje aan de orde geweest, maar iets scherper. U gaat wel over het resultaat, kunnen wij ons houden aan een concessie? Roep in herinnering, de vorige Raad van Commissarissen is uiteindelijk volledig weggegaan op een punctualiteitseis van 0,1. Dus het is nogal een ding als we niet aan afspraken
ons niet aan afspraken hebben gehouden binnen de NS, zou ik zeggen. Dus ik kan me toch voorstellen dat het voor een raad van commissarissen wel interessant is om te weten, gaan wij straks aan de concessieverplichtingen voldoen met treinen die met zo'n risicoprofiel in de dienst worden gezet. Sterker nog, daarvoor wordt besloten ze in de dienst te zetten, terwijl er nog niet eens een proefbedrijf is en er geen trein is toegelaten. Kunt u daar nog even vanuit uw toezichthoudende rol op reflecteren? Ja, wij hebben 2012 eigenlijk het hele jaar door op grond van de testen die gedaan werden van binnenkomende treinen, de informatie die daarover kwam, gewogen op de vraag, kunnen we met deze trein datgene doen wat van ons gevraagd wordt in het kader van de concessieverlening. En eigenlijk tot het einde van dat jaar, begin 2013, de vaststelling gedaan. Ja, dit kan. Dus inderdaad, we hebben die afweging gemaakt. Maar ook met ingebruikname-advies, als mevrouw Bergkamp ze eigenlijk aan u voorhield, die echt waar zorgen uitspraken. Ik heb het in een eerder verhoor aangegeven. Een betrouwbaarheid van zo'n 20-30%. Zo in november is er geen verbetering zichtbaar. Dus behoorlijk ingrijpende signalen. En dan toch de verwachting hebben, de trein kan in de dienst gezet worden en daarmee kan aan de concessieverplichtingen worden voldaan. Hoe duidt u dat nu? Ja, ik heb zojuist op eerdere vragen gezegd, die adviezen, die documenten kwamen niet in de Raad van Commissarissen. Mm. En naar ik gisteren begreep ook niet in de directie. Wat doorkwam, en dan kom ik in herhaling, dat was er zijn problemen bij de introductie, maar wij gaan die oplossen. En dat zal een aantal maanden vergen voordat dat loopt. En dat week ook niet af van andere introductie van treinen. Bijvoorbeeld de Sprinter, die een of twee jaar eerder met soortgelijke problemen begon. En die na een paar maanden ook gestabiliseerd was. Dus u moet het zo, denk ik, zien dat wij wel begrepen dat er veel viel op te lossen. Maar niet dat ons gezegd werd, we moeten er niet aan beginnen. Maar heeft u dan het gezien als een probleem van treinen en dienstregelingen en u bent op de hoogte? Of kijkt u naar zo'n dossier echt vanuit, gaan wij straks die concessieverplichting na kunnen komen? Hoe wordt nou zoiets in zo'n raad van commissarissen dan opgepakt? Nou ja, vanuit de afweging van het eerste punt wat u maakt, beantwoord je in feite de tweede. Gaan wij na omkomst van een aantal maanden voldoen aan de concessieverplichting? En dat geldt zowel voor de punctualiteit, mm-hmm, als voor de bedrijfszekerheid, als voor klantencomfort. En misschien moet ik dit er ook nog wel aan toevoegen. Wij hadden ook gedurende 2012 natuurlijk de verwachting dat in die aanloopproblemen aan Saldo Breda de nodige capaciteit zou inzetten om die problemen snel en effectief op te lossen. Ja, maar dat was daarna pas. Dit zijn nog vooral problemen van de ingebruikname-advies, ja, waarvan u zegt, ik snap dat, u kende ze niet. Ja. Maar dat waren de signalen, dat ademt voor ons het dossier uit. En daarom stellen wij u de vraag, als u dat ziet, hoe kijkt u daarna als toezichthouder? Dan ga ik naar het... nog één vraag daarover. Als ik dat u nu voorhoud, ook zo indringend als mevrouw Bergkamp dat heeft gehad, vindt u eigenlijk... Nee, laat ik terecht, ik moet al openstellen. Vindt u dat u volledig en voldoende geïnformeerd bent? Heeft u de afweging kunnen maken op basis van de juiste informatie op dat moment? Als ik u zeg wat de informatie is die de commissie tot zich heeft kunnen nemen. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij er als Raad van Commissarissen op konden en mochten vertrouwen dat degene die in de toelating, in de testfase, de kennis hebben om het oordeel te hebben of zo'n trein veilig en bedrijfszeker is, als die uiteindelijk niet in een negatieve conclusie komen, dat wij die moeten volgen. Okay. We gaan naar het laatste onderdeel. En dat is toch een beetje meer beschouwend. Als ik u heel concreet de vraag stel, wat is volgens u misgegaan bij het realiseren van het vervoer over de HSL-Zuid? Wat is dan uw antwoord? Veel. Ja,
als je uiteindelijk over zoveel jaren het doel een trein in werking te krijgen, als je daar niet in slaagt, dan is er veel misgegaan. Waar je ook voor moet schamen dat dat zo gebeurd is. Want dit is natuurlijk een ongelooflijk negatieve uitkomst van een proces waar ontzettend veel mensen zich voor hebben ingespannen. Allemaal met de goede bedoelingen, maar met een negatieve uitkomst. En ik voel me daar ook voor verantwoordelijk. Dus in die zin, als algemeen gevoel op uw antwoord. Wat is er misgegaan? Ik denk dat een paar dingen heel belangrijk zijn, ook voor de toekomst. Als je aan zoiets begint, maak dan aan de voorkant hele heldere, duidelijke afspraken. En ga niet met iets beginnen waarvan je gaandeweg nog de onderdelen van moet regelen. Dat was wat er in 2001 gebeurde. Daar zijn we jaren mee bezig geweest om dat soort vraagstukken op te lossen. Dat is één ding. Maak goede afspraken. Twee, kijk naar hoe de belangen van de verschillende deelnemers in dit geheel zich verhouden. Een van de problemen van de samenwerking met de NMB, de Belgische Spoorwegen en de NS, was dat we er met verschillende belangen in zaten. Dat wreek zich op enig moment. En intern, waar mevrouw Vos u naar vroeg, pardon? U zegt nu de belangen tussen de Nederlandse spoorwegen en de Belgische spoorwegen. Maar mevrouw Vos vroeg u de belangen intern, HSA, NSFSC, de Ierse dochter en andere bedrijfsonderdelen. Ja, intern zou je binnen de NS denk ik ook nog kunnen vaststellen dat daar ook wel wat meer samenwerking nog geboden is. Maar dat vind ik toch eigenlijk van ondergeschikt belang ten opzichte van die samenwerking over de grens met de Belgen. Okay. Want die was gewoon van mede af aan niet goed geregeld. Drie, ik denk het geheel overziend. In zo'n omvangrijk project, een nieuwe baan, een nieuwe trein, nieuwe concessieverhoudingen. Eigenlijk was alles aan dit nieuwe veiligheidsspecificatie, waren nog nergens uitgeprobeerd. En dan is er geen regisseur. En dan zie je in de aanloop dat ieder van de partijen in feite bezig is zijn eigen rol in te vullen, zijn eigen belang te dienen. Kan ook niet anders, denk ik. En er is niet een alles overkoepelende partij, een regisseur die uiteindelijk al die belangen aan elkaar knoopt. Waar zou die hebben moeten liggen, denkt u? Ik denk in de publieke sfeer. Ik denk dat dit alleen maar in te vullen is vanuit een publieke verantwoordelijkheid. Dat zie ik althans niet bij een van de commerciële partijen liggen. Dan een vierde punt. Ik denk, we hebben het daar net uitvoerig over gehad. De conclusie achteraf moet zijn dat voor de introductie van nieuwe zaken, of dat nou de RMTS is of de nieuwe trein, je moet wat achter de hand hebben voor de situatie waarin je niet bereikt wat je eigenlijk nodig hebt, wat je eigenlijk verwacht hebt. En dat is denk ik een les die je uit dit uitvoerige traject moet halen. Het nou, laatste zou de NS-les moeten zijn dan. Het zou de NS-les moeten zijn. Maar misschien ook toch wel ook wel een les voor de politiek. Namelijk, door de procedure van de aanbesteding zijn we, daar hebben we er eerder over gesproken, in heel andere verhoudingen met elkaar gekomen. Waar als het ware die regisseur uit beeld is geraakt. In de verhoudingen zoals we die oorspronkelijk kenden, tussen de staat en de NS, was het heel duidelijk dat voor dit soort situaties de leiding in het initiatief lag bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Maar die ging in deze procedure in een andere rol de concessievoorwaarden en uitgangspunten beschermen. Ik begrijp dat. Ik begrijp dat volkomen. Maar dat heeft zeker tot 2008 geduurd dat er geen gemeenschappelijk probleem gevoeld werd tussen de staat en de NS en de HSA. Pas toen minister Schulz kwam, zei ze, we hebben samen een probleem. En dat was intussen ook in haar begroting volstrekt duidelijk geworden, dat als die HSA niet op gang kwam,
zij voor een heel groot probleem kwam te staan. En toen zijn we stapsgewijs weer gaan werken aan een gemeenschappelijke invulling van de oplossing. Dus maar was dat misschien ook omdat deze minister voor het eerst de stukken van de NS kreeg en doorhad wat het echte probleem was? Dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld, maar ook dat is weer verbonden met wat ik zojuist concludeerde. Op het moment dat je uit de fase treedt van ieder komt op voor zijn eigen belang en je bent bereid op basis van we hebben een gemeenschappelijk probleem en dat gaan we ook gemeenschappelijk oplossen, krijg je heel andere processen in beweging. Dan toch misschien een flauwe vraag, maar wat vindt u er nou eigenlijk van dat na zoveel jaren er dus geen hoge snelheidslijn benutting is op de manier waarop het voor ogen was, maar dat de vervoersrechten nog steeds bij de NS liggen en dat daar wel over gereden wordt, maar niet door materiaal van de NS zelf, dus allerlei samenwerkingsverbanden om toch iets te doen met de lijn, waardevol. Maar wat vindt u er nou eigenlijk van dat de NS in deze zin niet zijn deel heeft gekregen van het nadeel dat het niet eruit is gekomen zoals het was bedacht? Pardon? Het nadeel heeft de NS nu niet gevoeld. Ze hebben zich wel opgesteld, dus echt een deel verantwoordelijkheid, maar ze hebben wel alles binnen. Ja, maar er wordt ook een prijs voor betaald. En die is? Nou, de huidige concessieprijs, de NS moet in de komende 10 jaar 2,4 miljard opbrengen voor de gecombineerde concessie. En dat vraagt een hele forse inspanning. En de NS heeft zich gecommitteerd aan een groot bedrag van investeringen, zo rond de 7 miljard, aan allerlei nieuwe activiteiten, beter rijden, meer comfort, verbetering van stations, nou vult u maar in. Het is juist dat er een probleem voor de NS is opgelost. Er is ook een probleem voor de staat opgelost. Want er zou een groot tekort ontstaan zijn als deze oplossing niet was bereikt. Hè? Dat gaat in de richting van bijna 2,5 miljard zou de staat gekost hebben als we deze oplossing niet zo hebben bereikt. Dus ik denk dat er ergens de middenweg gevonden is. Zowel van de voordelen als de nadelen. En als VNW nou eerder bij u als raad van commissaris op de deur had geklopt voor informatie, had u het ze dan gegeven waardoor misschien eerder een oplossing was gevonden? Ja, want ik zou wel tegen ze gezegd hebben, dan moeten we ook samen praten. Niet alleen over wat in de boeken van de NS staat, maar ook wat de oplossingen zijn die we moeten bereiken. Dus toch weer dat, maar op onze voorwaarden, hoor ik u eigenlijk gewoon zeggen. Niet, meteen, de zin is meteen daarna, bijna reflex. Nee, dat is niet op onze voorwaarden, want de oplossingen zouden niet op onze voorwaarden zijn. Ja, maar zo klinkt het toch, als ik u zeg. Ik stel u eigenlijk gewoon een vraag. Ja. Als de overheid, ofwel in de figuur van de minister van Verkeer en Waterstaat of INM, of in de figuur van de minister van Financiën, op de deur klopt van de Raad van Commissarissen. Geef ons de informatie. We zien een groot probleem. Jullie vragen ons om op te lossen, maar geef ons de informatie. Had u dan die deur open gedaan en een pakket gegeven of niet? Mevrouw, ik heb u aan het begin van de zitting gezegd, ik vind dat in dit soort verhoudingen volkomen transparantie geldt. Dus ja, okay. Maar mag ik er misschien toch een bijzin aan toevoegen? Niet om allerlei bedrijfsgevoelige informatie te laten circuleren, te laten passeren, wel binnen een afspraak dat we dan ook over de consequenties van het verstrekken van die informatie met elkaar een gesprek krijgen. Ik ben zo opgevoed dat als ik tegen mijn moeder zei, ja maar, zei mijn moeder, dat is nee. Ja nee. Maar is nee. Nee, dat is in dit geval. Oh, in dit geval het is anders. Ook, het is ook, als je de geschiedenis goed bekijkt, het is ook gekanteld. We hebben dat zojuist vastgesteld in 2010. Toen bleek er een situatie bereikt dat de staat en de HSA over alle informatie konden beschikken. Maar dat was ook binnen een agenda waarin we naar oplossingen zochten. In die zin moeten we misschien ook, want we hebben nog even teruggekeken naar de notulen van de Raad van Commissarissen. En we zien het in ieder geval wel in 2010 wat citaten waarin u zich in ieder geval afvraagt wat uw voorgangers toch bewogen heeft. Dat er gegevens
nou ja, in ieder geval dat de gegevens niet helemaal juist waren, de biedingen niet helemaal klopten. En over de informatie heeft u ook het een en ander gezegd. Dus dat zag u op dat moment wel. En u zegt nu, op zo'n moment, volledige transparantie, dan kom je tot een oplossing. En dat werd heel helder in 2010. Ja. U zei net het een en ander over de financiën. Wat de commissie af en toe gevoeld heeft in de verhoren de afgelopen dagen, is dat het soms bijna een verdelingskwestie werd. Het idee van ofwel de concessie gaat naar beneden, en wat betekent dat dan voor het dividend, of de andere kant op. Eigenlijk is iedere keer een soort verdeling geweest van het geld. Waar dat bijna in de kern een verdelingsissue is. Mevrouw Vos gaf een heel mooi voorbeeld. Het ging van de broekzak naar vestzakbroekzak. Die gaan we volgens mij nog wel onthouden. Maar is het in de kern niet gewoon één grote verdelingssessie geweest? Ja, uiteindelijk wel. Wat aan de een werd toegekend, kon niet naar de ander gaan. Ja. Dus dat is juist. En de druk voor de HSA en de NS is in die situatie dat we zowel naar de aandeelhouder een faire verhouding hebben als naar de concessieverlener. En we kunnen maar één keer uit de opbrengsten betalen. Dus wat we aan concessiemiddelen betalen, kunnen we niet als dividend uitkeren. Ja. En uiteindelijk, wie is daar de dupe van? Zou ik mogen zeggen dat de reiziger de dupe is van deze verdelingskwestie? Nee, dat geloof ik niet. Want dat zou het geval zijn als er een onmatig groot bedrag voor op de concessie of voor de dividend werd uitgekeerd. En dat is niet zo. De NS is een scherp gepositioneerd bedrijf dat na de afdrachten die ze moet doen voor concessie en de gebruiksvergoeding, nog net een marge overhoudt waar dividend uit kan worden betaald en de nieuwe investeringen worden gedaan. Dus dat is een heel transparant proces. En ik geloof dat de reiziger recht heeft op goed georganiseerd openbaar vervoer, op veilig openbaar vervoer en tegen een betaalbare prijs. En daar is de hele operatie op gericht. Maar de reiziger is op dat punt wel echt tekort gekomen. In ieder geval, gelet op de vertragingen en het beoogde vervoer is nog niet tot stand gekomen. Kunt u daar een slotwoord aan wijden? Wat dit onderdeel betreft, dus dan hebben we het weer over de internationale verbindingen, is de reiziger voor dat deel, voor de internationale verbindingen, tekort gekomen. We zijn er denk ik wel redelijk in geslaagd het binnenlandse deel van de HSA op gang te krijgen. Er zijn allerlei initiatieven en voorbereidingen om dat uit te breiden. Mijn slotwoord zou zijn op dit punt, dat wij ernstig tekortgeschoten zijn, dat heb ik ook eerder gezegd, met elkaar, om datgene te realiseren wat in het vooruitzicht was gesteld. Daar kan ik maar één woord op zeggen. Daar passen verontschuldigingen voor dat gebeurd is. Dat is niet goed en daar moeten we van leren. Dank u wel. Dan sluit ik hiermee dit verhoor.